Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, van harte welkom op de raadsvergadering, begrotingsvergadering van dinsdag 7 november 2017. Dat welkom geldt ook aan de mensen op de publieke tribune, in grote getalen opgekomen en natuurlijk ook de ondersteuning van de ambtelijke organisatie van de gemeente Hardenberg. En de mensen die ons beluisteren via de moderne media. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van de heer Mulder. De heer Jonkhans, mevrouw Baarslag en voor het overige en mevrouw Van den Hoek. En dan zijn we voor het overige compleet. Er zijn verder geen mededelingen te doen. De actuele vragenronde, agendapunt 2. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door met agendapunt 3. Het vaststellen van de agenda van deze vergadering van dinsdag 7 november. Is er behoefte om de agenda te amenderen? Mevrouw Luijten. Voorzitter, ik wil graag een agendapunt inbrengen voor een motie vreemd aan de orde van de dag. Een motie inbrengen vreemd orde aan de dag. Die gaan we bij de bespreekstukken doen. Aan het einde van agendapunt 10, dan nummeren we even door. Agendapunt 11 wordt dan de motie. En dan nummeren we door ingekomen stukken 12, rondvraag 13 en 14, sluiting. Akkoord. Anderen nog op deze agenda? Dat is niet het geval. Dan is de agenda daarmee vastgesteld. Dan komen wij bij het spreekrecht van de agendapunten. Agendapunt 4. Er hebben zich geen mensen gemeld. Dat betekent dat we ook dit punt kunnen afhameren. Brengt ons bij de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 oktober jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu ziet u geen aanleiding om opmerkingen te maken over de besluitenlijst. Dan is deze vastgesteld, conform. En dat brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. En ik ga nog even met u de volgorde door. De bedoeling is om zo meteen te beginnen met de algemene beschouwing in de eerste termijn. Daarover debat te voeren met elkaar in de tweede termijn. Zo nodig het college aan het woord te laten over de moties, amendementen en andere reacties die er wellicht nog zijn. Dan debatteren over het geheel door de raad en uiteindelijk de stemming daarover te doen. En volgens mij behandelen we alles in één keer. Dat is afgesproken. Zowel de begroting, de GREX als de bestuursrapportage en over het besluit wordt afzonderlijk per agendapunt besloten. Dat volgens mij is dan duidelijk ten aanzien van de bespreekstukken, voor zover die betrekking hebben op de begroting en de afronding daarvan. Dat gezegd hebbende, wou ik u voorstellen om te beginnen met de algemene beschouwingen, zoals we gewend zijn hier op volgorde van grootte. Ik geef graag het woord aan de CDA-fractie, in monden van de fractievoorzitter, de heer Breukelman. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voor ons de laatste begroting van de huidige raadsperiode. Een moment in de politieke cyclus om kort terug te kijken en al eventjes vooruit te blikken. Terugkijkend op deze periode bekruipt mij een gevoel van trots. Trots op de zaken die we met elkaar voor de Hardenbergse samenleving hebben kunnen bereiken. Toen we aan het begin van deze periode in de Hardenbergzaal hiernaast schreven aan het coalitieakkoord, was dat met een terechte behoedzaamheid. We hadden net een bezuinigingsronde achter de rug die in het bestaan van de gemeente Hardenberg niet eerder was voorgekomen. En ook aan het begin van deze periode stonden er de nodige ombuigingen op de rol. En de eerlijkheid gebiedt daarbij ook te zeggen dat een groot deel hiervan door de organisatie zelf moest worden ingevuld. Ik heb daar ook tijdens de kaderstelling mijn waardering voor uitgesproken. Vele ogen waren gericht op de transitie in het sociaal domein. Gaan er mensen tussen het wal en schip vallen? Lukt het de gemeente om een vorm van regie te houden? En wat zijn de financiële consequenties? De raad heeft, soms na een kleine cultuursessie, op grote processen gezamenlijk opgetreden. En dat is volgens mij een belangrijke factor waarom de transitie over het algemeen goed verlopen is. Over het algemeen, want er zijn natuurlijk altijd groepen die extra aandacht nodig hebben. Armoede in jonge gezinnen bijvoorbeeld. En we waren daarom ook zeer blij met de kleinsmaargelden.
We kijken op het gebied van armoedebestrijding uit naar een verdere uitwerking van mobility mentoring. En we zijn benieuwd naar de bevindingen van de sociale ombudsfunctie. En ook over de jeugdzorg de nodige zorgen. Er zijn ook in de oriënterende ronde nodige vragen over gesteld. Het college voegt ook middelen uit de septembercirculaire toe aan het sociaal domein. En wij denken dat dat voor nu een verstandige keuze is. En mooi dat de wethouder aangaf dat hij binnen de begroting ruimte ziet om het project van Harderberg United verdere uitwerking te geven. Een werkgroep vanuit de Raad heeft hard gewerkt aan de inclusieve samenleving. En Harderberg doet nu volop mee in de race voor meest toegankelijke gemeente. En wij zijn blij dat in de begroting de ambitie wordt uitgesproken dat we hier verder mee gaan. Met het oog op de financiële beperkingen en de grote opgave in het sociaal domein werd een lijst met noodzakelijke investeringen vastgesteld en een reservelijst. En dat gevoel van trots waar ik over sprak, heeft ook daarmee te maken. Want ondanks de donderwolken van toen is het maar mooi wel gelukt om te komen tot een nieuw IHP. En om wel de sporthal, de tennis en de kunstgrasvelden te realiseren. En om wel geld te reserveren voor de spoorlijnen N34 en Balkbrug. En ja, voorzitter, hier staat met vuur een fractievoorzitter uit de coalitie, maar wel een die met feiten probeert aan te geven waar dat goede gevoel vandaan komt. Alhoewel na de lofzang van de oppositiepartijen vorige week daar misschien wat minder de noodzaak toe was. Goed, terug naar de begroting. We zijn van mening dat de begroting een goede balans is tussen vier zaken. Lasten, investeringen, ambities, maar ook terughoudendheid daar waar het gaat over de nieuwe lijnen. Als ik begin over de lasten. In de afgelopen twee raadsperioden zijn de lasten voor sommige inwoners gestegen. Dat was een heel bewuste keuze. We wilden niet dat de zwaksten in de samenleving de dupe zouden worden van de crisis of dat er helemaal niet meer geïnvesteerd kon worden. In bijvoorbeeld de maatschappelijke voorzieningen. Inwoners die de lasten konden dragen hebben ervoor gezorgd dat minima konden worden ontzien en noodzakelijke voorzieningen op niveau bleven. Als CDA hebben we echter ook al sinds eind 2015 nadrukkelijk gewezen op de verantwoordelijkheid dat wanneer het financieel weer beter gaat, we ook wat terug moeten doen naar die samenleving. En het zal u niet ontgaan zijn dat de OZB daarbij een erg belangrijk punt voor ons was. We kregen daar niet altijd de handen helemaal voor op elkaar, of misschien wel helemaal niet. Maar we zijn erg positief over de nu voorgestelde lastenverlichting van 1,1 miljoen euro op zowel de afvalstoffenheffing, rioolbelasting, OZB en hondenbelasting. Allemaal wel zo eerlijk, zou ik haar zeggen. Door naar de investeringen, voorzitter. De begroting omvat een aantal investeringen op het gebied van investeringen die reeds zijn ingezet. Dan heb ik met name over schoolgebouwen en infrastructuur. Maar ook de aanvullingen uit de kadernota zijn verder ingevuld en ik noem daarbij graag de plattelandsvernieuwing. En verder zijn in onze ogen een aantal terechte aanvullingen bijgevoegd. Bijvoorbeeld over de binnenstedelijke opgave, daarover nog wel een vraag. Het CDA heeft op dit gebied ooit eens een lans gebroken voor wifi in het centrum, gratis wifi in het centrum. Maar zowel raad als college leken daarover niet erg enthousiast. We hebben nu echter wel gehoor gekregen bij het Europese parlement dat 120 miljoen euro beschikbaar stelt voor gratis wifi in de openbare gebieden. Dat spreekt een hoop mensen hier vast aan. De vraag aan het college is of u dat ook besproken heeft met de middenstand hier en of u ook van plan bent om een dergelijke subsidie aan te vragen. Verder staat er een extra investering in voor de onderwijshuisvesting. Daarbij zeggen wij goed om ook oog te houden voor dat IOP en de kostenontwikkelingen daarbinnen. En de doorontwikkeling van de organisatie, voorzitter, daar kom ik later in mijn betoog nog even op terug. Het derde punt wat ik noemde waren de ambities. Harderberg blijft een ambitieuze gemeente met veel sociale voorzieningen. En die kunnen we ook in stand houden door ambities vast te houden. Ambities voor wonen, voor werken en voor verblijven. Het woningbouwbeleid is geactualiseerd en er wordt volop gebouwd naar behoeften. Harderberg is in de afgelopen 15 jaar koploper als het gaat om de verkoop van bedrijfskavels en de werkgelegenheid in de vrije tijdssector ligt ruim boven het provinciaal gemiddelde. Als CDA willen we ook ons voor deze zaken blijven inzetten. Want als grote plattelandsgemeente heeft Harderberg de nodige opgaven en ambities
om het landelijk gebied vitaal te houden. De ambities liggen op het gebied van agro en food en de vitale plattelandseconomie. We zijn daarom blij dat de gemeente samen met partners uitvoering geeft aan de strategische visie agro en food. Voor jongeren zien we graag een verbinding tussen het voortgezet onderwijs en een vervolgopleiding, bijvoorbeeld door een maatschappelijke stage. En we hopen dat het LOC Plus de verbinding weet te leggen tussen onderwijs en ondernemers. En ook de ontwikkelingen rondom het nieuwe ziekenhuis, die volgen we natuurlijk met veel interesse. Mijn vierde lijn, voorzitter, aangaande de begroting, die had ik getiteld als terughoudendheid. En hoewel sommige investeringen en zeker het ambitieniveau wat ons betreft in stand moeten blijven, zit er in de begroting ook nog een mate van terughoudendheid. Zodat de nieuwe raad en college ook een eigen frisse start kunnen maken. Het initiatief ligt steeds vaker bij de samenleving zelf. En dat betekent ook een andere rol voor ons als gemeente. Zij werken de samenleving, alle initiatieven aan de leefbaarheid van de kleinere kernen en het platteland. En de gemeente kan dat ondersteunen. En Balkbrug is daarin vaak genoemd. Vorige week ook de Krim. We zien die notitie van het college graag tegemoet. Daarbij nog wel een vraag voor het college. Of er ook is gekeken naar mogelijkheden voor of in combinatie met de biogasinstallatie in de Krim in samenwerking met Kogas en het achterliggende bedrijventerrein. Daar graag nog een reactie op. Ik had het over de initiatieven van die samenleving die ondersteund worden door, moeten worden door de gemeente. En dan denk ik ook aan ruimte geven voor woningbouw in kleine kernen als daar behoefte voor is. En door creatieve invullingen van vrijkomende agrarische gebouwen. Door in te zetten op duurzame energie waar omwonenden van kunnen meeprofiteren. Inzet op goede spoorverbindingen. Hè. Die visie die ooit genoemd is van Twente naar Groningen of andersom, waarbij Hardenberg een belangrijk knooppunt is. Wij zouden zeggen, we hebben daarbij ook oog voor een station in Bergentheim. En daarnaast zijn natuurlijk ook de ontsluiting via de wegen van groot belang. Een derde vraag voor het college heb ik nog wel over het landbouwverkeer op de Twenteweg. We hebben vanuit het provinciale begrepen dat er best een pilot mogelijk is om de effecten hiervan te bekijken, maar dat het college zich hier niet voor heeft aangemeld. Daar graag een reactie op. De laatste begroting geeft ook de mogelijkheid om vooruit te kijken. Wij zien daarbij een belangrijke rol voor buurt en plaatselijke belangen en een faciliterende rol, ik zei het ook al even, voor de gemeente. Een gemeente die wel inzet om voor jongeren een goede start te geven en ouderen een waardig leven. En daarbij kijken we ook uit naar een basisinkomen. We zien graag de pilot hier ontstaan. Dat hebben we ook bij de kaderstelling al genoemd. Het kost tijd om een houding van een overheidsorgaan te veranderen. En dat zal ook gelden voor onze systeem op de armoedebestrijding. Die veelal nog bestaat uit symptoombestrijding. En wij vinden het de moeite waard om die onderliggende problemen aan te pakken. En voor het basisinkomen zijn zowel voor- als tegenstanders en juist daarom roepen wij op tot een pilot, zodat de resultaten leidend kunnen zijn. En dan zult u misschien denken terughoudendheid en toch ook de nodige plannen. En hoe rijmt dat dan samen? En dan, voorzitter, kom ik op de financiële cijfers als het gaat om het weerstandsvermogen en de algemene reserve. Dat is ook in vorige week om gevraagd om daar eens een kleine doorkijk op te geven. Daarbij wil ik wel opmerken, voorzitter, dat het weerstandsvermogen een belangrijke, maar niet de enige indicator is als het gaat om de gemeentefinanciën. En naar aanleiding van brede bespiegelingen is het benodigde weerstandsvermogen met 5,5 miljoen euro verhoogd ten opzichte van 2017 en komt daarmee op 22 miljoen. En gelet op het beschikbare weerstandscapaciteit komt er een ratio uit van 1,65. Nu is er door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement en de Universiteit Twente een waarderingstabel opgesteld waarbij de ratio's vanaf 1,4 betiteld worden als ruim voldoende. En deze raad heeft in een eerder stadium ook al gezegd tevreden te zijn of voldoende te vinden een ratio tussen 1 en 1,4. En daar ontstaat wat ons betreft ook de ruimte voor de nieuwe raad om nieuwe wensen te kunnen uitvoeren. We zitten nu immers al ruim boven die 1,4. Daar komt nog wel bij, voorzitter, dat in deze berekeningen
zeer terughoudend mee omgegaan is. De BBV en daarmee ook vele gemeenten nemen hun onbenutte belastingcapaciteit en de posten onvoorzien mee in het beschikbare weerstandsvermogen. In Hardenberg niets van dat alles, enkel de algemene reserve. En ook in de grondexploitatie ziet het college meer bedreigingen dan kansen. En ten derde worden fluctuaties in de algemene uitkering zeer behoudend benaderd. Waar andere gemeenten dit helemaal niet doen of een stuk positiever zijn. Om dan nog maar te zwijgen over de extra uitgaven van het kabinet van 1,2 miljard. En dat zelfs zonder het linkse blok. Voorzitter, ik ga naar een afronding. Ik had u toegezegd om nog terug te komen op de doorontwikkeling van de organisatie. Een organisatie die flink is gekrompen en die nu met de aantrekkende economie alle zeilen bij moet zetten. Dat zie je bijvoorbeeld aan de termijnen van onder andere bouw- en milieuvergunningen. Met een aantrekkende werkgelegenheid kan ook de spanning in het sociaal domein ontstaan. Waarbij de transitie weliswaar gelukt is, maar de transformatie nog in volle gang is. En ook de aankomende omgevingswet zal de nodige inspanningen vragen. Anderzijds wordt er vanuit de samenleving ook een andere rol van die gemeente gevraagd. Faciliterend waar mogelijk, strategisch sturend waar nodig. De gemeente moet klaar zijn voor de vraagstukken de maatschappelijke opgaven in de komende bestuursperiode. En wij begrijpen heel goed dat onze wensen en verwachtingen van de organisatie ook de nodige middelen kosten. U, het college, of momenteel het AB of DB gaat over de uitvoering, laat dat helder zijn. Maar op hoofdlijnen blijven we graag met u in gesprek over de doorontwikkeling binnen de organisatie, maar vooral ook over de vorm van de organisatie die soms tegen de nodige problemen aanloopt en niet altijd even toekomstbestendig lijkt te zijn. En dan echt tot slot, voorzitter, maar niet minder belangrijk of zelfs steeds belangrijker, communicatie. Een goede communicatie is belangrijk voor de relatie tussen inwoner en overheid. En ook bij de overheid onderling trouwens. We zagen dat in het begin van deze raadsperiode wel. Bij een participerende en mondige samenleving is heldere communicatie vanuit de overheid erg belangrijk. We hebben in de afgelopen raadsperiode ook enkele voorbeelden gezien waarbij ontstaande beelden later recht moesten worden gezet. Ik denk dan bijvoorbeeld aan enkele woningbouwplannen of de invulling van een gemeentelijk gebouw. En onlangs ontstond er nog veel commotie over de oliebollenberichtgeving. Op social media gingen alle alarmbellen af, doordat ondernemers niet meer onder de eigen gevel mochten frituren. En hierdoor ontstond het, in mijn ogen, onterechte beeld dat Hardenberg de inwoners in de kou laat staan en hen een warme oliebol in de donkere maanden wil ontnemen. Een betere communicatie had dit kunnen voorkomen. Maar voor het CDA is het helder en zijn tradities belangrijk. En als blijk van goodwill en als dank voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren, en nu ik jullie heb opgewarmd met een flink lang verhaal, willen wij jullie graag serveren een koude oliebol. En we hopen ook dat iedereen die dat wil in de aankomende maanden kan genieten van deze lekkernij, of ze nu warm of koud zijn. Ik dank u wel. Heerlijk, uw bijdrage van de zijde van de CDA-fractie. Ik hoop dat er ook wat krenten in zitten, in de oliebollen. Maar zonder gekheid, dank voor uw bijdrage. En ik begrijp dat er nu oliebollen worden rondgedeeld om deze begrotingsvergadering nog iets aantrekkelijker te maken. Meneer de voorzitter. Met dank aan de fractie. De heer Mulder. Ja, de krenten zijn al uitgehaald door meneer Dogger. Nou, dat is nieuw voor mij. Maar goed, dank u wel. Ja, nou, wacht maar. Het lukt zo prima. Ja, dank u. Ik stel voor dat we doorgaan naar de volgende spreker. De fractie van de ChristenUnie. En ik geef het woord aan de fractievoorzitter, de heer Stelpstra, voor zijn algemene beschouwingen van de begroting 2018. Misschien is het goed om nog even te melden
dat ook voor de publieke tribune, want u denkt nu, ja, die raad die zit daar heerlijk op een oliebol kouwen. In de pauze is er ook, heb ik begrepen, op de credits staan de CDA, zijn er oliebollen beschikbaar voor de mensen op de publieke tribune. Dan is uw geduld wordt nog even op de proef gesteld. Het woord is aan de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Mooi om te zien dat iedereen een oliebolletje krijgt van het CDA. Voorzitter, ik wil u de visie van de ChristenUnie op deze begroting presenteren. En ik zal dat doen, kort, aan de hand van een aantal sheets. En er staat de titel uitdagingen, want wij hebben het over plannen voor 2018. En die plannen die noemen wij uitdagingen. Maar we willen eerst even met u terugkijken. Want wij hebben de afgelopen 3 jaar een hoop gerealiseerd. Wij hebben een flink bezuinigingsprogramma afgerond. We hebben gesneden in onze organisatie. We hebben gesneden in beleid. En we hebben meer gevraagd van onze burgers. We hebben de transities afgerond. We hebben de zorgtaken, WMO, jeugdzorg gekregen. En we zijn nu toe aan de volgende fase, de transitie. We hebben een asielzoekerscentrum gekregen in onze gemeente. En wij als ChristenUnie zijn dankbaar dat wij mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld een plek kunnen bieden in deze mooie gemeente. We hebben een maatschappelijk initiatievenfonds opgericht, waarbij we kleine, lokale initiatieven gericht op samenhang kunnen steunen. We hebben geïnvesteerd in bereikbaarheid, opwaardering van wegen, nieuwe fietspaden aangelegd en we hebben ook glasvezel in het buitengebied gekregen. We hebben een forse investeringsprogramma voor de scholen, zodat onze kinderen goed onderwijs kunnen krijgen, nu en in de toekomst. We hebben een duurzaamheidsfonds opgericht, waarmee we duurzame initiatieven gaan aanjagen. En we hebben onze streekfunctie behouden. Een mooi samenspel tussen raad en college richting de provincie. En dat is ons gelukt. Maar er is nog zoveel meer gebeurd, voorzitter, de afgelopen 4 jaar. Eigenlijk te veel om op te noemen. Kijken we naar de begroting, dan zien we daar ook een aantal financiële uitdagingen. En hier zijn ze in het superkort, voorzitter. We gaan bijna 1,8 miljoen in de min. En daar zijn we toch wel een beetje verdrietig over. Want u kent ons, wij willen het liefst op de nullijn zitten. Of een klein beetje overhouden. Maar anderzijds, wij kunnen 1,1 miljoen teruggeven aan onze inwoners. En dat vinden we mooi. Kijken we naar onze reserve, dan is die met 34,5 miljoen ruim 1,6 keer de risico's die wij hebben beschreven. En wij als ChristenUnie vinden we dat we minimaal 1,4 keer de risico's moeten hebben. En dat verschil daartussen, bijna 5 miljoen, vinden wij als investeringsruimte voor onze nieuwe raad. Kijken we naar de schulden, dan zien we de schuldquote op 97% staan. En dat vinden we nog veel te hoog. Die moet omlaag naar de 70%. En waar hebben we het hier over? Een totale begroting van bijna 160 miljoen. En dat is serieus geld, voorzitter, wat wij ieder jaar weer uitgeven voor onze inwoners. Maar kijken we naar de toekomst, het meerjarenperspectief, dan zijn alle signalen op groen. Of in lijn van de vorige begrotingen, het mooie weer lijkt er nu echt aan te komen. Het resultaat wordt positief, de reserve blijft op niveau, onze schulden die gaan flink zakken naar de gewenste 70%. En onze totale begroting wordt kleiner. En wij zijn voor een kleine overheid, voorzitter. Een kleine overheid die zorg levert aan mensen die het zelf niet kunnen. En dan kom ik bij onze uitdagingen voor een waardevol Hardenberg. Wij willen graag inzetten op armoedebestrijding. Een samenleving waar iedereen waardig kan meedoen. En zorg voor elkaar. En vooral voor degenen die het niet zelf kunnen. Wij willen graag een vrije zondag. Tijd voor ontspanning, ontmoeting en bezinning en rust. Wij willen streven naar een energie-neutrale gemeente. Wij willen graag goede en veilige verbindingen met de auto, met de fiets en ook het openbaar vervoer. Wij willen graag lokale initiatieven op duurzaamheid stimuleren, aanjagen. Wij vinden gezondheid belangrijk, dat mensen kunnen sporten en een verantwoord leven hebben. En wij zien grote uitdagingen ten aanzien van de nieuwe democratie, burgerparticipatie. Hoe kunnen we onze inwoners meer betrekken? Maar vooral willen we verantwoord omgaan met de bijdrage die mensen geven aan ons, de belastingbijdrage. Maar er zijn nog zoveel meer uitdagingen, voorzitter. Vorige week hebben we het gehoord.
In de Krim willen ze graag een MFA. Harderberg United heeft ingesproken. We willen graag een NS-halt in Bergetheim. De winkelcentra, de aantrekkelijkheid bevorderen. De bevaarbaarheid van de Vecht. De privacywetgeving. Ontzettend veel uitdagingen nog te doen. En samenvattend, voorzitter, zien wij in deze begroting dat de ambities omhoog gaan. Dat wij gaan investeren in de dienstverlening, in onze organisatie. En dat de lasten omlaag kunnen. Complimenten voor deze laatste begroting van dit college. Complimenten aan onze ambtenaren die ontzettend veel uitdagingen aangaan. En complimenten aan deze gemeenteraad dat we samen tot al deze plannen zijn gekomen. En wij als ChristenUnie-fractie kunnen dankbaar instemmen met deze begroting. En hiermee willen we graag aan de slag. Want er zijn nog genoeg uitdagingen voor een waardevol Harderberg.nl. En wij als ChristenUnie willen ons inzetten voor de bloei van deze stad. Want de bloei van deze stad is ook onze bloei. Zo mogen we lezen in Jeremia. Dank u wel. Akkoord, dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Ondersteund met een beeldenpresentatie. Ik geef het woord aan de VVD-fractie. Aan de fractievoorzitter, de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Wat een mooie woorden van meneer Stelpstra. Daar kunnen wij nou bij aansluiten. En voorzitter, voor ik begin, dank namens de VVD-fractie aan de voltallige fractie van de CDA voor de oliebol. Waarbij natuurlijk jammer dat die toch koud is. Ik had graag gezien dat u ook een initiatief had genomen om ze alsnog gefrituurd warm op het bord te krijgen. En des te spijtiger ook dat meneer Dogger kennelijk inderdaad de krenten eruit gegeten heeft. Althans, in mijn oliebol, die was krentloos. Meneer Dogger, daarvoor dank. Voorzitter, voor ik het vergeten heb ik nog één vraag aan het college die ik de vorige keer verzuimd heb te stellen. En daar werd ik gelijk, zoals u dat noemt, door de moderne media op attent gemaakt. Dat begint er even mee. Dat betreft de vervanging van de toplaag voor de hockey voor €235.000. En de vraag aan de wethouder is hoe deze investering zich verhoudt tot het masterplan Boshoek. Waaruit wellicht gaat blijken dat er behoefte is aan een herinrichting en een uitbreiding voor de Boshoek. Ik stel de vraag, voorzitter, namens iemand die hem graag gesteld wilde zien. Voorzitter, dat gezegd hebbende ga ik terug naar de onderliggende stukken waarvan ik namens mijn fractie al van enig enthousiasme blijk heb gegeven tijdens de voorbereidende behandeling. En terecht, voorzitter, en met name dan vanuit mijn fractie, omdat wij ons ook het misgenoegen duidelijk blijken en als wij vinden dat daartoe aanleiding bestaat. De verantwoording van het jaar tot nu toe ziet er goed uit en dat vertaalt zich naar de begroting waarin uitvoering wordt gegeven aan hetgeen besproken is in de kadernota. En ook dat heeft u in deze keurig gedaan. Niet zozeer vanwege het begrotingssaldo, want dat is voor het aankomende jaar nog steeds negatief. Maar wel omdat er blijk wordt gegeven van een veranderend inzicht ter zake de financiële huishouding. En dan met name, voorzitter, de schuldpositie die eindelijk de waardering krijgt die zij verdient. Het doet de VVD goed om van een ander in de O-ronde de collectieve vraag voorgelegd te krijgen wat de verschillende fracties vinden van de schuldpositie, afgezet tegen de reservepositie en het weerstandsvermogen. Meneer Stelpstra, belooft u mij voor de komende raadsperiode om deze vraag telkens opnieuw te stellen? Het is namelijk een belangrijke. Voorzitter, ook de lastenverlichting die in deze begroting wordt meegenomen is een wens van mijn fractie en ter uitvoering van een motie zoals vorig jaar november aangenomen. Principieel betreft het overigens geen lastenverlichting, maar het gefaseerd terugdraaien van de lastenverzwaring die het noodzakelijke gevolg was van de bezuinigingsmaatregelen. En nu er weer wat ruimte in de financiële huishouding lijkt te ontstaan, is het dan ook niet meer dan terecht dat het pakket aan verzwarende maatregelen langzaam wordt teruggebracht naar de situatie van voor de bezuinigingen. Het is wat ons betreft principieel onjuist om de extra inkomsten ter bezuiniging nu aan te wenden voor aanvullende wensen van deze raad. En begrijpt u mij goed, ook de VVD-fractie wil graag investeren in de toekomst. Maar dan wel op een verantwoorde manier, passend binnen de financiële kaders die door de nieuwe raad zullen moeten worden vastgesteld binnen een meerjarenbegroting die sluitend zou moeten zijn met een schuldquote in de thans vastgestelde definitie die wat ons betreft maximaal 100% zou mogen bedragen. Maar gelukkig vinden wij in de ChristenUnie al een partij die hem naar 70% terug wilde brengen. Voorzitter, u begrijpt, ons hart maakte een klein sprongetje van vreugde.
Ter bepaling van de investeringen en de uitgaven voor de toekomst is het wat mijn fractie betreft van belang dat deze gemeente zich allereerst richt op haar kerntaken. Zorg, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, infrastructuur, onderwijs, huisvesting en veiligheid. Om vervolgens voor de eventueel resterende ruimte vraaggestuurd te werken en dus informatie op te halen bij de inwoners. Gemeentebreed om de verschillende behoeftes te achterhalen. En niet zozeer om in deze raad zelf iets te vinden van wat goed is voor onze inwoners. Vanuit de gedachte dat onze inwoners best een paar tientjes willen missen voor opgelegde besluitvorming en goede bedoelingen. De omschakeling naar vraaggestuurd werken zien wij ook terug in de voorgestelde maatregelen ter zake de BOH. Nu hebben wij eerder al aangegeven dat de samenwerking met Ommen en daarmee de BOH wat ons betreft ter evaluatie open staat. Maar dat neemt niet weg dat wij een omschakeling in de werkwijze van de BOH toejuichen. Voorzitter, wat ons betreft ligt er dus een goede verantwoording van het jaar tot nu toe, als ook een begroting voor 2018 ter tafel, met alle ruimte voor de nieuwe raad en het nieuwe college om beleid te maken voor de toekomst. En vanwege het bijzondere vooruitzicht op een geheel nieuw gemeentebestuur, dat zal aantreden na de aankomende verkiezingen, laat mijn fractie graag alle ruimte aan de nieuwe raad en het nieuwe bestuur om voor de toekomst eigen beleid te maken. En wij zullen dan ook nu geen moties of amendementen indienen die een voorschot nemen op de aankomende periode. Dat neemt niet weg dat wij wel wat amendementen en een aantal moties hebben ter zake de voorliggende bestuursrapportage als ook de begroting. En eerder wie er toe komt, mijn naam staat eronder, maar de inhoudelijk vader van deze moties is meneer Reiling. En in het eerste, de eerste amendementen, voorzitter, als u mij toestaat, wil ik daar vanuit dictum voorlezen, betreffen eigenlijk de bijdrage die in zowel de bestuursrapportage als in de begroting staat ter zake de bijdrage voor zwembad De Slag. En het punt is daarbij dat daar staat vermeld dat het een structurele bijdrage gaat worden. En de fractie van de VVD vindt het belangrijk om deze structurele last om te zetten naar een incidentele, wat u gelijk zou moeten nopen tot het maken van plannen om deze last weg te poetsen voor de toekomst. En dat is dan de motie die daarop naadloos aansluit. Technisch bezien echter heeft gevolgd door de motie die daarop volgt. Technisch bezien heeft de griffier u nog toegestuurd een tweetal amendementen, die zijn daarvoor noodzakelijk. Eén amendement zit op de bestuursrapportage en een ander amendement op de begroting, maar behelst eigenlijk in beide gevallen dezelfde inhoud. En daar moet ik even mijn willetje voor opzetten, want het is te klein om te lezen. Voorzitter, ik zal beginnen met het amendement dat betreft de bestuursrapportage en daarvan het besluit voorlezen met uw instemming. En dat is dan dat aan het dictum van de tweede bestuursrapportage 2017 zal worden toegevoegd onder punt 4 de structurele mutatie betreffende zwembad De Slag aan te merken als een incidentele mutatie. Dat is amendement 1. Amendement 1 inderdaad. Fijn dat u daarin meedenkt. Amendement 1, ja. Ik denk graag met u mee, voorzitter. Amendement 2 besluit dan eigenlijk hetzelfde onderwerp, maar dan gaan wij naar de begroting. En daar zal dan als dictum voor gelden onder punt 3... de doorwerking tweede bestuursrapportage 2017 voor zover betrekking hebbend op zwembad De Slag aan te merken als een incidentele mutatie 2018 tot een bedrag van 85.000 euro. Akkoord, en die gaat ook deel uitmaken van het raadslagen amendement nummer 2. Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik door naar de motie die daarop volgt en logischerwijs het college uitnodigt om te komen tot een rapportage om deze tekorten om te zetten in een nulsituatie. En dat lees ik voor. Draagt het college op om voor de kaderstellingen 2018 inzichtelijk te maken hoe dit tekort is ontstaan. En punt 2, bij de kaderstelling van de begroting 2019 met een plan van aanpak te komen met het oorspronkelijke financiële uitgangspunt uit 2012 als vertrekpunt. Akkoord, deze motie gaat ook onderdeel uitmaken, motie nummer 1. Akkoord, voorzitter. Dan heb ik nog een motie die ziet op de vrije tijdseconomie. Ook daarvan is meneer Reiling de geestelijk vader. En dat betreft de opmerking feitelijk dat er wel heel veel aandacht aan het vechtdal wordt gegeven. Waarbij u het gevaar loopt om de blind spots die niet zozeer vechtdal gerelateerd zijn te vergeten. En als gevolg daarvan, niet geheel toevallig, komt meneer Reiling natuurlijk uit Bedumsvaart. Dat zal u niet ontgaan zijn. Draagt daarbij het college op om voor de kaderstelling van de begroting 2019 de andere recreatieve gebieden, welke niet rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan het vechtdal, de nodige aandacht te geven en de raad hierover te informeren. Akkoord, motie nummer 2 gaat ook deel uitmaken van deze vergadering.
Voorzitter, dat was wat mij betreft afsluitend. Kan de VVD dus u complimenteren? Het ziet er allemaal goed uit. En wij kijken uit naar een vervolg. Dank u wel. Fijn, dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de VVD-fractie. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Luiten, voor uw algemene beschouwing. Volgend jaar worden de talksheets, voorzitter, dat met deze beloofd. Voorzitter, zoals mijn voorgangers al hebben gedaan, maken we een beetje de balans op over de afgelopen 3 jaar. Want over een paar maanden mag de kiezer weer oordelen wat ze van ons vinden of wat we hebben bereikt. En net als, onze twee coalitiegenoten zijn ook wij trots op heel veel wat er de afgelopen jaren is gebeurd. We dragen een financieel gezonde gemeente over. Daar zijn de andere twee coalitiepartners worden daar iets blijer van dan wij. Maar desalniettemin vinden wij dat toch ook nog steeds heel prettig. Maar vooral een gemeente die de taken op het gebied van zorg en wonen, werken en welzijn naar ons idee zo goed mogelijk uitvoert. Een gemeente die fel en actief armoede bestrijdt, die zijn uiterste best doet om mensen aan het werk te helpen en die maatschappelijke participatie op alle mogelijke manieren hoog in het vaandel heeft. En die ambitieuze doelstellingen heeft gesteld voor duurzaamheid. Ook als het lastige keuzes vergt, bijvoorbeeld over windmolens. Die het verenigingsleven zoveel mogelijk faciliteert, laten we dat niet vergeten in deze gemeente. En die zich inzet voor een inclusieve samenleving. En tot slot, en voor ons heel belangrijk punt, een gemeente die zich inzet om haar taak in de transitie binnen het sociaal domein heel serieus te nemen. En zoals ook al een beetje is gezegd, we zijn het een beetje normaal gaan vinden. Het lijken een beetje open deuren. Natuurlijk doe je dat als gemeente. Maar ook daar is al aan gerefereerd, een aantal jaar geleden was de situatie nog anders. Tekorten, bezuinigingen op de organisatie, maar ook op voorzieningen die de inwoners direct raakten. Subsidies aan maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, zwembaden, op de bijdrage aan de zorg en het leerlingenvervoer, laten we die niet vergeten, de bibliotheek, om er een paar te noemen. En inderdaad, de lasten zijn toen verhoogd, zoals meneer Breukeman ook al noemde. En dan is het inderdaad niet meer dan eerlijk om, als het weer beter gaat, een deel van die verhoging weer terug te geven aan de inwoners. Maar is dit wel de juiste manier? Ik heb vorige week al een deel van ons antwoord daarop verteld, toen ik daar toch een beetje boos over werd. Want het voorstel van het college in deze begroting komt neer op een teruggave per inwoner van minder dan 2 of amper 2 euro per maand. En het kost de gemeente meer dan 1 miljoen per jaar. Ieder jaar opnieuw, want het is structureel. Geld dat ook ingezet had kunnen worden om in de voorzieningen te investeren of een deel van de bezuinigingen op zorg en maatschappelijke organisaties terug te draaien. Om armoede te bestrijden, wat alle partijen hier zo hoog in het vaandel hebben, meer huishoudelijke hulp of wijkverpleging te financieren of, om er eens iets anders te noemen, het schoolzwemmen weer terug te brengen. En is dat het waard, die 2 euro per maand? Heeft u dat werkelijk liever dan al die dingen die ik net noemde? Wij geloven absoluut van niet. En wie we het ook vragen, en we hebben dat de afgelopen weken heel intensief gedaan, zegt hetzelfde hoeveel of hoe weinig ze ook verdienen. Hun antwoord is bijna unaniem. Die paar euro per maand, daar merk ik helemaal niks van. Maar goede voorzieningen, daarvan wel. Dus steek dat geld alstublieft in de samenleving. En daarom zijn wij niet enthousiast over dit onderdeel van de begroting. Natuurlijk, de VVD wel en andere partijen ook. Maar de lastenverlichting die in deze schreeuwende koppen, kan het niet anders noemen, wordt aangekondigd, heeft toch iets weg van een wel hele dure publiciteitsstunt zo vlak voor de verkiezingen. En ik kan het niet anders noemen dan een cadeautje van gebakken lucht. Dat de gemeente desondanks ieder jaar heel veel geld gaat kosten. En waarom is dat gebakken lucht? Het lijkt fantastisch, maar zoals ik net al zei, de meeste mensen merken er niks van en die hebben nog steeds veel meer moeten inleveren de afgelopen jaren. En bovendien, tot slot, vinden we ook nog dat deze raad zich zo vlak voor de verkiezingen bescheiden zou moeten opstellen en niet te veel over zijn graf heen moet willen regeren. En dat gebeurt toch in deze begroting, naar onze smaak, een beetje te veel. Maar wij tellen ook onze knopen. En helaas zijn wij de enigen die daar zo'n probleem mee hebben, bleek vorige week, voorzitter. En we blijven geloven dat we het geld beter kunnen besteden aan belangrijkere zaken. Ook al levert dat op korte termijn misschien wat minder likes op de politieke Facebookpagina's. En het is jammer dat de goede dingen die de afgelopen jaren zijn gedaan nu worden overschaduwd door toch in onze ogen zo'n twijfelachtig gebaar. Maar goed, we zijn de enigen, dus we houden er ook verder maar over op.
Want in een democratie werkt dat nou eenmaal zo. We gaan niet tegen de begroting stemmen voor het geval u zich dat meteen afvraagt. We hebben natuurlijk dat afgewogen, dat zouden we eigenlijk ook wel willen doen. Maar er staan gelukkig ook heel veel goede dingen nog in. Zoals een duurzaamheidsfonds en de investeringen in de scholen en de infrastructuur. Kortom, daar hebben we verder dan niet zoveel opmerkingen meer over. En we gaan nog wel natuurlijk proberen, dat zult u vast niet verbazen, om toch, ook al zij het dan niet, met de lastenverlichting Hardenberg nog een beetje beter te maken. Ook gelukkig, dat is dan ook wel weer fijn, en ik sluit me wat dat betreft aan met meneer Stelpstra. We zijn wel dankbaar toch voor de sociale kant van onze coalitiepartners en andere partijen in deze raad. Want voor vandaag hebben we daarvoor twee moties voorbereid. En die hebben allebei te maken met veiligheid. En dat zijn allebei dingen waar de inwoners in Hardenberg dagelijks wel iets aan hebben. Zoals ik vorige week al kort heb genoemd, heeft 19% van de kinderen op de basisscholen in onze gemeente geen zwemdiploma, omdat de ouders geen diploma kunnen betalen. Dat krijg je ervan als je het schoolzwemmen hebt afgeschaft. Wij zouden heel graag hier pleiten om het schoolzwemmen weer terug te brengen. Maar we hebben ook uitgerekend wat het kost. En we dachten meteen al dat dat geen haalbare zaak zou zijn. En het gaat ons er ook niet om, om kinderen van hele rijke ouders die dat misschien wel zelf makkelijk kunnen betalen. Dat is eigenlijk niet waar het om gaat. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat het inkomen van je ouders nooit een reden mag zijn waarom je geen zwemdiploma haalt. Kortom, we dienen een motie in om te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen in Hardenberg zo snel mogelijk een zwemdiploma halen. En als daarvoor extra geld nodig is, dan zijn we bereid om dat bij de eerste bestuursrapportage begin 2018 beschikbaar te stellen. En wat ik al net zei, de motie wordt mede ingediend door de ChristenUnie en het CDA. Het dictum van die motie luidt: draagt het college op om in haar beleid de ambitie na te streven dat binnen 4 jaar alle kinderen van 6 tot 10 jaar zwemvaardig zijn en in het bezit van minimaal een A-B zwemdiploma. Te onderzoeken of deze ambitie binnen bestaand beleid gerealiseerd kan worden of dat daar nieuwe maatregelen voor nodig zijn en de raad hierover tijdig te informeren, zodat de raad hier bij de eerste bestuursrapportage 2018 zo nodig middelen voor beschikbaar zal stellen. Akkoord, de motie gaat onderdeel uitmaken van beraadslaging, motie nummer 3. De tweede motie, veiligheid zoals ik al zei, en duurzaam, dat gaat over de fietsroutes in Hardenberg stad. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het aanleggen van de fietsroute Vechtdal. De provincie heeft daarvoor ook extra budget aangekondigd. Dit is daarom wat ons betreft het goede moment om ook eens te kijken integraal naar de verbetering van de fietsroutes in Hardenberg stad en ze aan te sluiten op de fietsroute Vechtdal. We vragen het college om een integrale analyse en verbeterplannen voor de fietsroutes die de 4 kwadranten van de stad met elkaar verbinden. Om de kwaliteit te verhogen en de doorstroming te verbeteren. En ook dat doen we met een motie die samen met de ChristenUnie en D66 wordt ingediend. Het dictum daarvan luidt: draagt het college op voor de verkiezingen de raad te informeren over de plannen voor samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige fietsroutes in en om Hardenberg. Voor het vlot en veilig kruisen van de N343 en daarbij belangrijke bronpunten zoals station, ziekenhuis, scholen, winkelcentra en toeristische overstappunten worden verbonden. Bij de kaderstelling van de begroting voor 2019 te zoeken naar middelen om uitvoering te geven aan het plan. Kort, voorzitter. Motie nummer 4. Met deze twee moties ben ik bijna aan het eind van onze inbreng. We hebben ook verder niet veel vragen of geen vragen over deze begroting, dat zult u snappen. Maar er rest mij nog wel één punt en dat gaat ons opnieuw aan het hart. Een onderwerp waarvoor we in deze zaal de laatste jaren al een aantal keer de aandacht hebben gevraagd en ook hier buiten, het basisinkomen. Eind deze maand is Rutger Bregman op uitnodiging van wethouder De Vent in Hardenberg. Dat is nogal wat, want die komt niet zo snel en de zaal zit al bijna vol. Mocht u erbij willen zijn, meld u snel aan of is al vol misschien. En ik heb ook vanavond het CDA horen zeggen dat ze uitzien naar een pilot met dit basisinkomen. Daar pleiten wij al een tijdje voor, dus we zijn absoluut blij met deze steun. En daarom dacht ik, ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om het college te vragen of zij ter voorbereiding voor hun opvolger straks in maart
en zodat we daarna dan niet zoveel tijd hoeven te verliezen in deze raad, alvast een analyse kunnen maken van bestaande pilots, ervaringen en geleerde lessen bij andere gemeenten die hiermee al bezig zijn geweest. Een dergelijk dossier lijkt ons niet alleen een mooi welkomstcadeau voor uw opvolgers in maart straks, maar vooral een heel waardevol afscheidscadeau van deze raadsperiode in maart. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Luiten. Ik ga naar de fractie van Op Koers nu. Mevrouw Keller, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De algemene beschouwing van Op Koers nu voor de begroting 2018, voorzitter. Een begroting van het jaar 2018 waarmee onze fractie in grote lijnen akkoord kan gaan. Indachtig de afspraak, grote fracties beperken zich, kleinere nog meer. Houden we het kort. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde lastenverlaging op de OZB en de afvalstoffenheffing. Heel verheugd zijn we met de tariefsverlaging van de hondenbelasting. Dat begrijpt u natuurlijk. Deze verlaging is voor ons echter niet het eindpunt. In de nieuwe raadsperiode zullen we in plaats van de kat de hond opnieuw de bel aanbinden. Wijziging van het parkeerbeleid en de zondagopenstelling worden ongetwijfeld een verkiezingsitem. En ook daarop hebben wij een positief standpunt ingenomen. Vecht bevaarbaar. Het waterschap Vechtstromen, de gemeenten Hardenberg en Ommen en de provincie Overijssel gaan sluizen realiseren bij de stuwen in Diffelen en Junne. En daardoor wordt de Vecht van Zwolle tot de Haandrik bevaarbaar. We vinden het jammer dat Hardenberg de boot mist en nog moet gaan kijken hoe er ingespeeld gaat worden op deze nieuwe mogelijkheden. Graag hierop een reactie. De veilige fietsroutes. Op Koers.nu is net als de vorige spreker van de Partij van de Arbeid, mevrouw Luiten, een voorstander van veilige fietsroutes. Niet alleen kwaliteit, maar veiligheid voor onze schooljeugd. En niet alleen voor onze schooljeugd, maar voor iedereen die fietst. Dus we kunnen ons vinden in de motie en we ondersteunen deze motie ook. De bestuursdienst. We willen graag meer duidelijkheid over toekomstige bestuursstructuur van de BOH. Liever een transparante bestuursstructuur dan een afgedwongen fusie tussen Hardenberg en Ommen. Wat betreft het percentage personeel extern in 2016 en 2017, 18,5%, is erg hoog. Hoe groot is het percentage ex-personeel dat vertrokken is en via een bureau hier weer wordt ingehuurd? Is dat bekend? En hoe zit het met de ambities in Ommen en Hardenberg? En wat levert het ons op? Dat is nog het allerbelangrijkste. Volgend jaar, of volgende verkiezingen, na de verkiezingen, hebben we een nieuw college. Maar voorzitter, dit is de laatste begroting van dit college. Wij willen onze waardering uitspreken voor de zittende wethouders en ook voor u als burgemeester. Tot slot een opmerking die als tip voor de toekomst gezien mag worden. Door onze jarenlange ervaring met de ChristenUnie als penningmeester weten wij, het valt het aan het eind van het jaar altijd mee. Dit bedoelen we als compliment. We zeggen het maar even om misverstanden te voorkomen. Hartelijk dank. Met deze uitsmijter is uw bijdrage kennelijk beëindigd van de zijde van Op Koers per nu. Dank daarvoor. Ik werd even in verwarring gebracht. Ik ga naar de fractie van D66. Het woord is aan de fractievoorzitter, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. In uw aankondiging van mijn optreden klinkt toch steeds weer de hoop doordat er iemand anders ook nog zou kunnen spreken namens D66. Die hoop wordt mogelijk gestalte gegeven in de volgende raadsperiode. Mogelijk, zeg ik. Ja. Ik kreeg inderdaad een
paar weken terug wel de wens, volgens mij uit de CDA-hoek, dat een mooi verjaardagscadeau voor mij was. Ik ben op 21 maart jarig. Dat ik wat meer vrije tijd zou hebben en wat meer aandacht dus ook voor mijn kinderen. We zullen het zien. Die tijd die heb ik inmiddels al enigszins benut. Een aantal weken terug was ik bij een theatervoorstelling. Dit wilde ik graag even benoemen, omdat aan de overkant van mij nu de ChristenUnie al een paar keer aan heeft gehaald bij het Pauperparadijs geweest te zijn en daardoor geïnspireerd raakte. Ik was niet bij het Pauperparadijs, moet ik u zeggen. Ik was hier in de stad bij Maarten van Rossum. Mogelijk wat minder inspirerend in die zin, maar wel dat hij wat rake zinnen zei die mij eventjes tot denken zetten. Uiteraard was dat bedoeld als humor, maar soms sloeg hij ook wel een beetje de spijker op zijn kop. En hij had het er heel erg graag over dat het nieuwe kabinet, wat toen nog niet was aangetreden, maar toch wel wat plannen kenbaar maakte, een koers ging varen wat nu bestempeld is als vertrouwen in de toekomst. Een centraal figuur in dat beleid is de normale, hardwerkende Nederlander. En Van Rossum die doelde daar ook op in zijn conferentie. En wie dat dan is en hoe hij of zij eruit ziet, dat is onduidelijk. Maar het lijkt erop dat we met het kabinet, waar ook mijn partij deel van uit mag maken, weer een ruk naar het verleden maken. Toen geluk nog heel gewoon was en we een zogenaamde eigen cultuur hadden en vroeger was alles beter en dat soort zaken. En ik zeg dit omdat ik een koers enigszins herken, ik ben wat voorzichtig, in het college wat nu voor het laatst een begroting presenteert. Een sober, mogelijk zelfs wat Dreziaans beleid wordt ons voorgesteld in de afgelopen jaren. En natuurlijk was er de afgelopen jaren weinig reden tot gejuich. Er waren natuurlijk veel financiële en andere uitdagingen. De komst inderdaad van het sociaal domein is daar een van. En het vertaalt zich ook wel enigszins in de ontwikkeling, de afgelopen ontwikkelingen van de reserves die we zagen afnemen. En we hebben onze zorgen daarover geuit en met ons ook andere partijen natuurlijk. En we hebben steeds weer gezegd in deze raad, we hebben een structurele sluitende begroting, maar ook structureel incidentele tekorten. En ook dit jaar is er weer een incidenteel tekort, wat zich vertaalt in 1,5 miljoen euro ongeveer. Dat komt overeen met de lastenverlichting die we voor onze inwoners van komend jaar willen realiseren. En dat is natuurlijk wel een structureel bedrag, maar goed, het is even de orde grootte. En we financieren weliswaar een duurzaamheidsfonds en we financieren economische ontwikkelingen. Maar we kunnen niet echt de omwenteling realiseren, lijkt het, die we eigenlijk nodig zouden hebben. En ik ben in die zin erg blij met de woorden van de ChristenUnie met name. Die zegt van we hebben grote ambities en we zien dus licht aan het einde van een enigszins donkere tunnel. En het mooie weer komt eraan en dus kunnen we ambities realiseren op het gebied van armoedebestrijding, zorg, maar ook de duurzame gemeente die we zouden willen zijn. We zijn in die zin ook nog niet helemaal in staat, lijkt het, om jongeren naar deze gemeente toe te trekken. Degenen die hier zijn, die worden hier geboren, maar nieuwe aanwas in die zin is moeilijk. HBO-plus geschoolde mensen lijken we moeilijk naar deze regio toe te kunnen trekken. Dat is niet alleen deze gemeente, maar dat geldt voor een wat breder verhaal. Nieuwe bedrijvigheid komt mondjesmaat hier tot stand. En we bouwen nog steeds huizen die verwarmd worden door gas, om maar wat te noemen. Dus die grote transitie die we zouden willen realiseren, die moeten we in de komende periodes gaan doen. Wat betreft de zorg hebben we een op dit moment goed lopend systeem. En mijn complimenten daarvoor ook aan dit college en ook het ambtelijk apparaat dat heel hard heeft gewerkt om dat systeem in de benen te krijgen. Maar ook hier lopen we tegen tekorten aan en kunnen we wat betreft huishoudelijke hulp hooguit een schoon en leefbaar huis realiseren. Waarbij we dus voorbij gaan aan mogelijk een wat meer sociale of maatschappelijke vraag die daaronder ligt. En de jeugdzorg, dat hebben we al benoemd, ook vanavond weer, is een blijvend punt van aandacht. Al was het maar omdat instellingen zelf de tekorten niet meer kunnen opvangen en soms zelfs overgaan tot een patiëntenstop. Mogelijk nog niet hier in deze regio, maar goed, landelijke beelden schetsen dat wel. De VVD stelde dat er een aantal kerntaken is voor een gemeente. En eigenlijk heeft de gemeente Schagen dat heel mooi vertaald wat mij betreft. Die heeft vrij onlangs
een wethouder een portefeuille bedeelt, de portefeuille geluk. Wat mij betreft is dat wel de spijker op zijn kop. Een taak van een gemeente is het bijdragen aan het geluk of het welzijn van haar inwoners. En om je hele beleid daarop te richten, vraagt een andere houding van een bestuur. En dat heeft dus te maken en met communicatie, maar ook een basishouding van wat doen wij nou precies voor onze inwoners, wat zij zelf niet kunnen doen. En de vraag is in die zin in hoeverre deze gemeente op dit moment bijdraagt aan het geluk en in hoeverre we nog meer zouden kunnen doen. Het college heeft in deze en de vorige begroting laten zien van goede wil te zijn. Duurzaamheid staat nadrukkelijk op de agenda en we betrekken meer en meer de inwoners bij de vorming van ons beleid. En steeds meer laten we rigide afspraken uit het verleden los om ruimte te geven aan bijvoorbeeld ondernemers of lokale initiatieven. Op het gebied van infrastructuur, wonen, ondernemen zetten we voorzichtig stappen naar een meer duurzame toekomst. En ondanks dat we weinig tot geen geld overhouden, de CDA ziet ruimte die ik nog niet zie. Ondanks dat het weinig geld is wat we overhouden voor de volgende raadsperiode, zie ik wel licht aan die horizon zoals ik al schetste. Omdat Hardenberg wat mij betreft een gemeente is, niet alleen vanuit het bestuur gezien, maar ook vanuit de inwoners gezien. Een gemeente is die in staat is om die handschoen voor die ambities die wij benoemen, ChristenUnie heeft benoemd, anderen ook, om die op te pakken en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Maar omdat die toekomst zo belangrijk is, hebben wij een voorstel, een motie voorbereid die ik graag indien, die de toekomstige generatie een duidelijke stem moet geven. Motie heeft tot doel een jongerenraad in te stellen waarin adviezen voor ons gemeentebestuur worden geformuleerd vanuit de optiek van onze jeugdige inwoners zelf. Even ter aanvulling hierop. Vorig jaar was in Zevenlinden een jongerendebat waarin werd geopperd om een site op te richten die door jongeren zelf beheerd wordt. In de gemeente Dalfsen is een dergelijke site, Jong Dalfsen, reeds in de lucht en wordt dankbaar gebruik daarvan gemaakt. Het dictum van mijn motie luidt: voor het eerstkomende bestuursrapportage met een voorstel te komen tot de vorming van een jongerenraad waarin jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar de zitting nemen. De jongerenraad als adviesorgaan te verbinden aan de gemeenteraad voor in ieder geval de eerstkomende periode van 4 jaar. Tot zover, voorzitter. Ja, goed, dank u wel. Motie nummer 5 gaat onderdeel uitmaken van deze beraadslaging. Ik constateer dat de heer Roderman teruggaat naar zijn fractie. Zeker. Daarmee zijn we het einde gekomen van de eerste termijn, waarin de algemene beschouwingen zijn gedaan. We willen u ook danken voor uw inbreng allemaal. Op uw geheel eigen wijze, maar mooie bijdrage. Zeg ik als voorzitter van deze raad. En ik kijk rond. Ik zou het u goed vinden gelijk de tweede termijn in willen gaan. Tenzij u nu al een schorsing bent, maar dat lijkt me niet. Dat we in de tweede termijn nu gaan aanvangen. Waarin u kunt reageren op elkaar, op de beschouwingen. En ook wellicht nog vragen en dergelijke kunt gaan stellen over de moties, amendement dat is ingediend. Met uw goedvinden, is dat akkoord? Voorzitter, er zijn ook een aantal vragen gesteld aan het college. Ja. Is het wellicht niet handiger om die eerst te behandelen? Nee, die komen wij in de derde termijn. Ik wou vooral nu het debat doen over de algemene beschouwingen. Ja. De vragen zijn echt afgeleide vragen ook nog, hè? Niet wezenlijk voor de hoofdlijnen van dit debat. En die komen in de derde termijn. U heeft dan in de vierde termijn, kunt u daar nog weer op reageren, op de antwoorden van het college? Ja, dan zullen wij ook in de vierde termijn op de moties en dergelijke reageren. Dat mag, dat is akkoord, dat is prima, dat kan ook, daarvoor is ook ruimte inderdaad. Het kan zijn dat u nu al wilt reageren op andere zaken die genoemd zijn in de algemene beschouwing van de verschillende fracties. Ik inventariseer even, de fractie van het CDA heeft daar behoefte aan. ChristenUnie, nu ook al behoefte. Ja. VVD, D66, de Partij van de Arbeid op dit moment niet constateren. Ja. Als eerste met het woord maak ik het rondje zo ook even rond. Aan de heer Breukelman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Een hoop positieve bijdragen in de eerste termijn. Althans van de meeste partijen hier, want
ondanks dat zelfs de oppositie in vreugdestemming is over datgene wat nu voor ligt, is het de Partij van de Arbeid toch gelukt om, nou ja, zuur zou ik het niet willen noemen, dat is niet, misschien niet het juiste woord, maar toch een wat moeilijke bijdrage te hebben over deze begroting. Er kwamen zelfs een aantal termen voor van gebakken lucht. Nou, misschien heeft u iets te veel in de oliebol gezeten, denk ik dan, maar goed. Dat terzijde. Er zijn bepaalde denklijnen van u die ik niet helemaal volg vanuit datgene wat ik in mijn hoofd heb bij sociaaldemocratie. En dat is volgens mij toch de politieke ideologie die u voorstaat. Dus misschien kunt u mij dat uitleggen. Volgende is namelijk het geval. U geeft ook in uw betoog al aan dat er in de afgelopen jaren inwoners zijn geweest, ook minima, die toch al moesten inleveren. Dat geeft u ook gewoon ruidelijk toe. En toch zegt u daarna, nou ja, als we nu iets teruggeven, merken ze daar niks van. U heeft dat bedrag op een bijzondere rekenachtige wijze weten te verminderen naar een kleine 2 euro per inwoner per maand. Hulde voor de vindingrijkheid, zal ik haast zeggen. Maar voorzitter, als ik die 1,1 miljoen ga delen door het aantal huishoudens dat we hebben, dat zijn er volgens mij een kleine 23.000. En wanneer in het voorjaar de brief met de gemeentelijke belasting op de mat valt, dan kom ik toch op een daling van de gemeentelijke lasten van 50 euro per huishouden. En ik vind het knap als u vol weet te houden, zeg ik via de voorzitter, om daar niet van te zeggen dat het noemenswaardig is of dat mensen daar iets van merken. Ik denk juist dat je vanuit de sociaaldemocratie, en daarom had ik me zeer verheugd op uw steun en uw positieve verhaal vanavond, dat u met uw politieke achtergrond zou zeggen, ja, dit is hartstikke goed dat we dit nu doen. En nu kunnen we ook eindelijk weer iets verder aan die kant teruggeven. Graag daar een reactie op. Ja, dat is echt wel de hoofdmoot wat dat betreft. Voorzitter, laat dat eerst even afhandelen. Kort, en ik stel voor dat er direct gereageerd wordt inderdaad, want dan kan ook een debat ontstaan. Voorzitter, dank u wel. Wat betreft de vindingrijkheid, we waren er zelf ook nogal trots op. Maar na zo lang met het CDA in een coalitie, dan leer je ook nog wel eens wat. En we kunnen het ook nog narekenen, maar dan moet ik wel weer de papieren erbij zetten. Maar dat is waar wij op uitkomen. En dat is natuurlijk ook omdat een deel van die lastenverlichting ook niet helemaal niet voor iedereen is. En dat beantwoordt bijna meteen de eerste vraag. U zegt de minima of de mensen met weinig inkomen, hoe kunnen we ze die paar euro nou afpakken? Nou, het punt is, die betalen het al niet en die betalen het nog niet. Dus die worden er ook niet beter van. Omdat als je namelijk zo weinig inkomen hebt, dan worden een deel van die lasten je toch al kwijtgescholden. Dus wat dat betreft is het vooral eigenlijk een cadeautje voor de mensen die veel belasting betalen. Dat zijn dan doorgaans toch ook de mensen die veel inkomen hebben. Ja, voorzitter, dat zag ik natuurlijk wel aankomen. Ik zit helemaal met mevrouw Luiten op één lijn als het gaat om die categorie mensen tot 130% van het minimuminkomen. Dat we daar ook een bijzondere positie hebben gemaakt in tijden van bezuinigingen. Dus die hebben we ook geprobeerd om niet te veel te laten inleveren. Hè. Dus daarmee valt volgens mij het eerste deel van uw redenatie weg. Maar goed, dat terzijde. En dan zou ik juist zeggen dat als we dan inderdaad constateren, en daar zijn we het over eens, dat we in die periode van de afgelopen jaren juist de mensen die het wel konden dragen of die wel net boven die 130% zitten, dat we daar zoveel meer van gevraagd hebben, dan zeg ik, vind ik het heel redelijk en heel billijk dat we nu ook zeggen, die gemeentelijke lasten per huishouden, 50 euro eraf. Dat is echt noemenswaardig, vind ik, als je ook kijkt, hè, en relatief gezien voor datgene waar wij als gemeente over gaan. Maar een tweede lijn daarin, u zegt van, nou ja, mensen merken er niet zoveel van, dus kunnen we er beter andere zaken van doen. Hè, dat even kort in mijn eigen woorden samengevat. Maar dan denk ik, als dat dan zo nodig is om meer dingen te doen, nu op dit moment bijvoorbeeld voor armoedebestrijding, waarom komt mevrouw Luiten dan niet met concrete voorstellen waarvan zij zegt, mensen, even goede vrienden, maar die 1,1 miljoen aan lastenverlichting, dat is leuk, dat is aardig, is misschien ook wel eerlijk voor die groep die het zelf betaald heeft, maar daarvan hebben wij noodzakelijke maatregelen in gedachten op bijvoorbeeld dat onderwerp. En daar komt u dan niet mee en dat stelt mij toch enigszins teleur. Mevrouw Luiten, een reactie nog? Zeker, voorzitter, want het is goed om te horen dat het u teleurstelt, want ik kan u niet vertellen hoeveel het ons teleurstelde toen we dat lazen. Maar wat ik ook al net zei, vorige week waren wij de enigen die hier nog vraagtekens bij stelden. En de rest in deze raadzaal was laaiend enthousiast over deze begroting.
Dan kunnen wij hier nu allerlei kansloze voorstellen gaan doen. Maar goed, dan verdoe ik uw tijd. En dat zou ik nou een wellicht goed dure publiciteitsstunt vinden. Dus we hebben ervoor gekozen om gewoon net iets praktischer te zijn. Bovendien zijn er wel degelijk ook heel veel dingen gebeurd in de afgelopen jaren waar we trots op zijn. En die uitgerekend ook gericht zijn geweest op de mensen die net boven die 120-130% minimum zitten. En als ik het goed beluister, meneer Breukeman, dan hoor ik u eigenlijk pleiten voor een soort inkomensafhankelijkheid maken van die lastenverlichting. Dat zou ik zeer interessant vinden. Daar zou ik graag nog een keer over doorpraten. Want ook volgens uw berekeningen zitten we op 4 euro per maand. Nogmaals, voor mensen ver boven modaal, die zullen daar ook nog steeds niet zoveel van merken. Dus misschien kunnen we die lastenverlichting voor die groep mensen dan afschaffen en daar dan alsnog iets mee gaan doen op het terrein van armoedebestrijding. Voorzitter. Akkoord. De heer Gelling. Ja, ik zou ook reageren, want is mevrouw Luijt de hele avond in de beurt, denk ik, in iedere sessie weer. Want ik moet toch, ja. als ik mag, voorzitter. Ik wou met een slotopmerking einde maken in de discussie, maar goed. Nog even de opmerking van de heer Gelling wellicht meenemen. Dan geef ik u nog even het woord zo. Ja, want ik word wel getriggerd door dit debat zoals het hier nu plaatsvindt. Ook omdat mijn vragen zich hoofdzakelijk richten op de Partij van de Arbeid. Die ons hier eigenlijk collectief aansmeert dat wij met de verkiezingsretoriek begonnen zijn. Om vervolgens te stellen dat zij met de 1,1 miljoen die aan lastenverlichting nu is ingeboekt, ongeveer alles op kan lossen. En ik ben vergeten, ik ben gestopt met schrijven. Maar ik had alle bezuinigingen, de zorg, armoedebestrijding, het hele voorzieningenniveau, kon weer terug naar daar waar het ooit vandaan kwam. En voorzitter, dan kom ik met meneer Beukerman in dezelfde lijn. Want dan zeg ik van, nou ja, als dat zo is, dan zijn wij tamelijk teleurgesteld dat mevrouw Luijten vervolgens maar met twee moties komt die eigenlijk volstrekt deze lading niet dekken. En tel ik even de neuzen in deze vergadering en kan ik u nu reeds zeggen, mevrouw Luijten, dat als u werkelijk in staat bent om voor die 1,1 miljoen al die punten op te lossen die u net heeft aangegeven, dat u onze fractie ook meevindt. En ik heb net meneer Breukeman gehoord dat zijn fractie dat ook vindt. En ik denk dat er nog wat meer mensen zijn hier die die handschoen van u oppakken en u vragen om concrete maatregelen om het cadeautje van gebakken lucht niet onzerzijds te doen laten zijn, maar om te zetten naar daadwerkelijk beleid. En volgens mij heeft u al de meerderheid, dus ook vanuit de VVD-fractie, volle steun aan u om voor 1,1 miljoen per jaar ervoor te zorgen dat alle problemen die u adresseerde, en u kunt nog even nakijken in de herhaling, op te lossen voor die 1,1 miljoen, want hebben we hem niet, dan ga ik u verzekeren dat we die voor de komende periode zeker gaan vinden. Kort, de heer Breukeman, nog een reactie op mevrouw. Ja, mevrouw Luijten had het over de inkomensafhankelijkheid of wat dan ook. Nou, hele nieuwe ideeën daarvan heb ik alleen maar te zeggen dat zij die voor de lasten hebben opgedraaid, daarvan wij nu zeggen, aan die categorie mensen gaan wij nu ook proberen iets terug te doen. Ik heb dan nog wel een vraag voor D66. Mag je er meteen achteraan? Dit debat dan afronden? Of tenzij mevrouw Luijten een laatste opmerking, dan wou ik dit punt afsluiten. Dan gaan we door. Ja, voorzitter, want ik kan natuurlijk die zevende hemel van de heer Gelling niet helemaal onweersproken laten. Ik heb natuurlijk nooit gezegd dat we voor dat bedrag, het zou fantastisch zijn als we dat zouden kunnen, dat vooropgesteld, al deze problemen allemaal zouden kunnen oplossen. Ik heb wel gezegd dat wat ons betreft wij die 1,1 miljoen liever investeren in een van deze in het oplossen van een van deze problemen, en dat zal niet ook voor geen enkel probleem helemaal lossen, lukken. Maar we zouden er wel een stevig begin mee kunnen maken met dit geld. Maar goed, zoals ik al zei. Mag ik er toch een korte reactie op geven? Want dat is niet zo. Hè? U hebt aangegeven dat alle partijen zich hier bezigen met verkiezingsretoriek. Wij proberen de kiezer naar de mond te praten. Terwijl u, en ik citeer u, alle problemen in de softe sector had willen oplossen met diezelfde 1,1 miljoen. Nu komt u daarvan terug, dus u bezigt zelf wat verkiezingsretoriek, maar dat is u, dat mag hoor, dat is helemaal niet erg, u zult mij er niet over horen. Maar nogmaals wil ik u toch wel uitdagen om met iets meer te komen dan dit. Komt u nou eens met oplossingen om het hele rijtje wat u opgenoemd heeft, niet alleen maar als een, ik citeer u weer, cadeautje van gebakken lucht hier in de lucht te schieten, maar komt u nou eens met oplossingen om aan het probleem ook te adresseren. Akkoord, voldoende volgens mij beantwoord. En het is aan mevrouw Luijten om in de toekomst daar eventueel mee te komen. Voorzitter, ik heb voor de heer Gelling één advies. Als u die oplossingen wilt lezen,
verdiept u zich vooral in het komende verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Akkoord. Voldoen. En daarmee stel ik dan maar vast, voorzitter, dat als er echt noodzakelijke dingen waren geweest, dat ze hier nu al op tafel hadden gelegen. Maar goed. Meneer Breukeman, u had nog andere vragen, volgens mij. Kijk, van D66. Ik dacht, ik moet er even een bruggetje verzinnen om naar iets anders te komen, hè? Want dan ja, kom ik toch bij deze. Naar waar ik mogelijkheden zie. En die zag de heer Rodebond niet, gaf weer aan in zijn bijdrage. En daarvan zou ik willen zeggen, zoekt u eens naar de hoogte van de algemene reserve. Vermindert u dat met het benodigde weerstandscapaciteit. En dan zit daar volgens mij ruimte voor investeringen in de nieuwe periode. U komt ook nog met een motie voor die jeugdraad. En daarover het volgende. Ik begreep dat er al contacten zijn met scholen over aanwas. Dus dat het eigenlijk al een beetje leeft. In die zin zou ik denken, is misschien wat als mosterd na de maaltijd. Maar u geeft ook het college een opdracht in uw motie. En daar zijn wij op tegen. De vorming van de jeugdraad, dat zou een opdracht moeten zijn van deze raad zelf. Als collectief. Dat wou ik vast meegeven als voorzichtig standpunt van het CDA. Akkoord. En dat is ook mijn einde van de tweede termijn. Prima. Voldoende. Meneer Rodemond wil nog een reactie daarop geven. Ik kreeg het gevoel dat ik ook gevraagd werd, impliciet althans, voor een reactie. Ik zie inderdaad ook wel dat weerstandsvermogen, dat daar nog wel wat mogelijkheden in zitten. Alleen zie ik dat wel als incidenteel geld en niet zozeer als structurele oplossing voor nieuw beleid. Dus inderdaad kunnen we beginnen met een eerste investering daarin. Maar of we dat nou dan een aantal jaren kunnen volhouden, dat is dan even mijn vraag. En daarom was ik wat voorzichtig om meteen dat geld te gaan besteden. Ik zie die ruimte wel, maar ik probeer dat wat in meerdere jaren weg te zetten in mijn hoofd. En mogelijk mis ik daar nog wat, maar dan word ik graag bijgepraat over wat meer financieel deskundigen aan uw kant. Wat betreft de motie, die is wat mij betreft niet in steen gegoten. En als u zegt, we kunnen er prima mee leven als dit een raadsinitiatief wordt in plaats van een motie richting het college, dan ben ik daar wel toe bereid om daarover te praten. Kort, anderen nog over dit onderwerp? Met name de jongerenraad, die pakken we gelijk even vast. Ik zou vooral denken, laat het een initiatief zijn van de nieuwe raad. Maar ja, dat geeft u inderdaad dan nog mee. Ik zie mevrouw Kloekhorst over de jongerenraad. Dank u wel, voorzitter. Allereerst een mooi initiatief van D66. De jongerenraad, ik ben zelf voorzitter geweest van de jongerenraad van 1998 tot 2002... En dat is eigenlijk ook meteen mijn eerste vraag. U heeft een leeftijdscategorie in gedachten. En toen werd ik getriggerd door meneer Breukeman. Die zei van, ik hoor dat er al wat gaande is op scholen. 12 tot 17 jaar. U noemde ook een ander initiatief, Jong Dalfsen. Ook daar ben ik bekend mee. Het is ook allemaal 18 plus leeftijdscategorie. Had u een bedoeling met die leeftijd? Ligt er inderdaad al wat? En ik sluit me wel aan bij meneer Breukeman dat het een raadsinitiatief vind ik wel wat mooier als een opdracht aan het college. Goedemond. Ik heb mij in ieder geval vooral laten inspireren door de gemeente Dalfsen en de initiatieven die daar hebben plaatsgevonden. Dat is weliswaar in een andere leeftijdscategorie, maar dat koppel ik dan aan de scholierendebatten die wij met enige regelmaat hier in de gemeente zelf voeren. En ik zie het in die zin als een kweekvijver voor aanstormend talent voor deze gemeente. Ook omdat die leeftijdscategorie in ieder geval ruimschoots is vertegenwoordigd nog in deze gemeente. Ook via verschillende scholen die je dan makkelijk als aanspreekpunt kan behandelen. Nogmaals, het is een initiatief van onze partijen. Als die in een andere vorm wat meer levensvatbaar is, nogmaals praat ik daar graag over verder. Voorzitter, mag ik een ene vraag stellen? Goed, de heer Gelling. Een vage nadering van hetgeen mevrouw Kloekhorst zegt. Want ik hoor haar net aangeven dat ze van 1998 tot 2002 voorzitter was van de jeugdraad of jongerenraad. Maar moet ik dan constateren dat die er toen wel was en nu niet meer is? En kunt u dan ook aangeven waarom die er toen wel was en nu niet meer is? Ik heb de ontwikkelingen niet gevolgd. Die was er toen wel. En ik weet dat rond 2008, 2009 ook nog steeds een jongerenraad was. Maar wat daarmee gebeurd is, ik heb het niet gevolgd. Maar toen de tijd werd dat via Stichting De Stuw georganiseerd. Dus misschien is dat ook nog wel een goede optie, te kijken naar de partners van, goh, wat is er op dit moment nog? Voor zover wij hebben begrepen is de jongerenraad toen opgegaan en de WMO advies gehaald. Maar
akkoord. Zij bestaan nog steeds, alleen in een andere vorm, zou je kunnen zeggen. Voldoende? Nee, de heer Van der Gramp, ook over de jongerenraad. Ja, dank u wel, voorzitter. Even een aantal vragen aan de heer Rodemond. Mij staat bij, maar misschien zie ik het verkeerd, dat er nu jongeren deel uitmaken van de participatieraad. Waarom komt u nu met een eigen jongerenraad? Is daar behoefte aan? Dat is vraag 1. En vraag 2, ik lees in uw dictum, als adviesorgaan te verbinden aan de raad, wilt u dan de jongerenraad, als die er komt, dezelfde status geven als de participatieraad? Of heeft u daar andere ideeën bij? Meneer Van der Grampel, dank u wel, voorzitter. De ideeën die ik erbij heb, en dat is ook waarom ik dit überhaupt graag wilde doen, is omdat ik zelf graag gevoed wil worden door inwoners van deze gemeente. En ik refereer al een paar keer aan de debatten die we op scholen doen, samen met raadsleden. En dat we dan op bezoek gaan naar die scholen. Dan zie ik in ieder geval enthousiasme bij de leerlingen. En wij zeggen dan ook vaak toe dat wij proberen om goede initiatieven ook gestalte te geven in de vorming van het beleid. En het zou, vind ik, jammer zijn als we dat houden bij slechts 1 keer per jaar een enigszins al dan niet succesvol debat op een school. En ik zou dat graag wat meer willen bestendigen. En het is een advies en niet meer dan dat. En welke status dat precies dan heeft, daar wil ik dan afwezen. Maar ik denk wel dat we de jongeren in ieder geval serieus moeten nemen in wat ze dan te melden hebben. Akkoord. Voldoende. Voldoende voor dit moment, CDA-fractie. Ik ga naar de ChristenUnie, die er stelt staan. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik het CDA en de heer Breukelman feliciteren met het lijsttrekkerschap wat bekend is geworden. Ik zag je zojuist een Twitterberichtje voorbij komen. Dus hartstikke mooi, van harte. Ik was nog even benieuwd naar de ratio's. U geeft aan 1.0 tot 1.4, dat vinden wij voldoende. En ik zou graag van u willen weten wat eigenlijk voor u het absolute minimum is, waarop u het zo als het ware zou willen aftoppen. Wij hebben aangegeven, nou 1.4 is wat ons betreft het absolute minimum. En het tweede is het basisinkomen. Ik heb dat voorheen nog niet aangegeven, maar ik was altijd in de beleving dat onze sociale partner, de PvdA, een beetje de moeder van die gedachte was. En het verbaast ons een beetje dat u nu zo hard daar op de trom slaat. Vragen voor de fractie van het CDA, de heer Breukel. Ja, voorzitter, allereerst over het weerstandsvermogen, de ratio's als een onderdeel van de gemeentefinanciën. We hebben als de raad al eerder gezegd dat een notering tussen 1 en 1.4, dat voor ons voldoende is. Nou, dat blijft voor het CDA eigenlijk ook gewoon staan. Dus u kunt geen absolute minimum aandragen? Nou ja, kijk, als ik een bandbreedte noem tussen 1 en 1.4, dan is het aan u om daar een minimum uit te halen. Okay. Oh, 1.4, dat is hartstikke mooi. Dan zitten we op dezelfde lijn. Dank u wel. Akkoord. Er was nog een tweede vraag. Ja, dat ging over het basisinkomen. Basisinkomen. Kunt u die vraag nog een keer herhalen, voorzitter? Nou, ik was altijd in de beleving dat dit een beetje het kindje van de PvdA was. En het is maar zoals eerder, heeft een artikel in de krant gestaan. En het verbaast mij in die zin dat u zo hard op de trom roffelt. En als ik net de discussie zie, dan denk ik van nou, jullie nemen wel punten van elkaar over. Alleen ten aanzien van, maar dan gaat het over het basisinkomen. Maar als we het over de teruggave hebben, dan wordt het toch heel moeilijk. Terwijl bij het basisinkomen er volgens mij ook geld teruggegeven wordt. Of tenminste, zomaar weggegeven wordt. Dus het verbaast mij een beetje dat u hier zo hard op trommelt. Voorzitter, als ik heel even tussendoor mag. Wij waren ook in die veronderstelling, meneer Stelpstra, maar dat neemt niet weg dat we de steun van de grootste partij in deze raad hier uitgesproken natuurlijk zeer waarderen, omdat daarmee de kans dat we daadwerkelijk ook straks iets ermee gaan doen alleen maar groter wordt. Dus wij zijn blij met deze steun. Kijk, u hebt elkaar weer gevonden, dat is hartstikke mooi. De heer Breukeman. Ja, voorzitter, precies. Voordat alle anderen retorisch verder gaan, mag ik toch wel nog een uitweg vinden, zou ik graag denken. Geef u graag de gelegenheid nu. En die uitweg zie ik dan maar in het feit dat wij vooral hebben opgeroepen tot een pilot, voorzitter. Niet alleen het idee ondersteunend. Fijn dat we daar ook op één lijn zitten met de fractie van de Partij van de Arbeid. Het is ook goed om in de politiek om verschillen en gelijkenissen te benadrukken. Dat is met deze ook
is zeker gebeurd. We hebben ook in de kadernota elkaar daar al op gevonden. Nou, misschien komen we met de ChristenUnie ook nog wel op één punt als het gaat om het station in Bergentheim. En zo bestaat de politiek over mooie dingen en soms onderling wat minder mooie dingen. Maar goed, dat is inherent aan datgene wat we hier doen, voorzitter. Akkoord. Mag ik daarmee het onderwerp over het basisinkomen afronden? Ook geen andere fracties meer die daar nog iets over willen noemen op dit moment? Mag ik kijken nog even weer naar de heer Stelpstra? Nou, hartstikke mooi. Er is een meerderheid voor de NS-halte in Bergentheim. Even naar de VVD. Dank voor de woorden. Ik hoorde nog dat ik een belofte moest afleggen. Alleen het ontging mij net even wat het onderwerp was. Ik meen het weerstandsvermogen. Dus wellicht kunt u die vraag nog even voor mij herhalen. Een tweede vraag die ik heb gaat over de schuldquote. U geeft aan wat ons betreft maximaal 100%. Maar waar zou u graag naartoe willen? Wat is uw wens? Wat is uw doel? U begint uw bijdrage met dat u niet over de periode heen wilt regeren. Nou, we hebben het in de oriënterende ronde ook al aangegeven. Hè? Als we het hebben even over de OZB-korting, dat is toch wel iets wat over deze raadsperiode heen gaat. En u dient een aantal moties in die als workload voor de volgende raad worden gepresenteerd. Dus daar zie ik toch enige discrepantie. Maar desalniettemin dank ik u voor uw positieve bijdrage. De heer Gelling. Ja, voorzitter, mijn vraag aan meneer Zelfza was eigenlijk een retorische, maar ik zal hem dan toch retorisch nog een keer stellen. En dat was eigenlijk de vraag of u bij iedere behandeling van financiële zaken weer de vraag zou willen stellen ter zake de verhouding, schuldpositie, weerstandsvermogen. En er was nog eentje die ik even kwijt ben. Oh ja, dat is ja precies. Nou, die hoort daarbij. Dus dat was me eigenlijk de vraag die wij doorgaan stelden. En we waren buitengewoon verheugd dat u die vraag nu stelt. Ook nog mooi onderbouwd overigens met duidelijke plaatjes. Dat is één, de schuldquote. Voorzitter, als ik maar vrij mag zijn om gelijk de vraag af te werken. Ja, wat onze wens is, dat is niet heel duidelijk te bepalen. Dat hangt een beetje af van de inkomenspositie. Die verhouding kun je ergens maken. Maar wat ik de vorige keer al probeerde aan te geven, het is nu zo dat de schuldquote hoofdzakelijk wordt teruggebracht door middel van het niet bijlenen van afschrijvingen. En wij vinden eigenlijk voor de komende periode die 100% aanvaardbaar. Dat heb ik ook de vorige keer al in een motie proberen te bevatten. Toen was daar nog wat minder draagvlak voor. Dus dat is eigenlijk de uitgangspositie. En die is hetzelfde als de 130% die we hadden aan het begin van deze periode. En dan met de budgetneutraliteit daarin van het sociaal domein. Maar goed, gewenst ja, vind ik afhankelijk van de hele situatie, van de hele financiële situatie. Want schulden moet je gewoon kunnen betalen. En als daar structureel sprake van is, dan willen wij daar graag met u over van gedachten wisselen. En dan onze moties en amendementen. Nou, die zien niet zozeer op de komende raadsperiode als wel op de begroting zoals die hier nu ligt en de bestuursrapportage zoals die hier ook nu ligt. En hebben ook niet zozeer te maken met een verandering van budget als wel met een principiële verandering dat het tekort van 85.000 euro niet automatisch structureel wordt genomen, maar incidenteel, waar dan de uitnodiging in zit om ervoor te zorgen dat uiteindelijk er geen tekort meer zal zijn. En dat is dan de motie. Maar dat is niet dat we dat iets afsnoepen van het komende periode. Wij proberen alleen maar wat een gat te dichten. Overigens, gezien de grote steun voor de motie voor het zwemmen, lijkt dit probleem overigens met het spreekwoordelijke badwater door het putje van de slag te verdwijnen. Maar neem niet weg dat mochten er voor de toekomst weer tekorten komen, dan is het in ieder geval zo dat we niet automatisch deze tekorten structureel bestempelen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat is even wat de vorige keer al verteld om het af te maken. Met name ook heel principieel omdat wij voor iedereen in de kernen die een zwembad heeft veronderstellen dat ze de problemen zelf oplossen. En dan vinden wij het een fout signaal dat het zwembad wat de gemeente hier in eigen beheer heeft maar structureel tekorten zou mogen hebben. Akkoord. De heer Stelpstra. Voldoende. Ja, dank u wel. Ja, dat voldoende. Was voor deze ronde voldoende. Ja. Akkoord. Had ik nog een opmerking naar de PvdA. Als het goed is, dan wou ik alle fracties even... U bent nog niet klaar? Nee. Nee, oké. Prima, dan gaat u door. PvdA, mevrouw Luiten. Toch een vrij uitvoerige bijdrage over de financiële positie, ondanks dat u er niks aan gaat veranderen. Zelfs gebakken lucht. Maar geen gebakken oliebollen vandaag.
Maar u wil graag het schoolzwemmen weer terug invoeren. Ik ben even benieuwd, hè? Hoeveel gaat dat kosten? Het basisinkomen, wilt u mee aan de slag? Dat zijn ook flinke investeringen. Dus u wilt er wel wat bij plussen een volgende begroting. Maar ik ben even benieuwd, hè, van hoeveel ruimte zoekt u nou voor een nieuwe begroting? U gaf al aan, hè, 1,1 miljoen zou ik wat voor willen doen. Maar als ik eens even naar de mensen kijk, en u heeft ook een verkiezingsprogramma, dan denk ik dat we op de honderden miljoenen zo'n beetje komen. Mevrouw Luijten, u wilt daarop reageren? Nou, honderden miljoenen, dan zouden we echt zelfs ons best nog moeten doen om te verzinnen waar we toch in hemelsnaam dat aan zouden moeten uitgeven. Dus, ik overdreef ook bewust. Ja, dat begrijp ik ook heel goed, dat doe ik ook. Dus dat geeft ook niet. Er zijn een aantal dingen die we belangrijk vinden. Die kent u ook van ons. Armoede is daar een van, sociaal domein, duurzaamheid. Zo kan ik er nog wel een aantal doen. Maar we zijn ook realistisch genoeg om te weten dat wij niet al onze idealen in 1 of 3 of 4 of 5 jaar hier in Hardenberg kunnen verwezenlijken. Dus nee, dat is natuurlijk toch altijd schipperen tussen de realiteit en waar je uiteindelijk wil uitkomen. En wat dat schoolzwemmen betreft, wij hebben doorgerekend wat het zou kosten om weer terug te gaan naar het ouderwetse schoolzwemmen. Dus alle kinderen op de scholen met z'n allen zwemles via de school. En eerlijk gezegd werd ons dat zelf ook wat te gortig, want wij kwamen toch op een bedrag afhankelijk van of je dan A, B of C doet of alleen A of B enzovoort enzovoort en hoeveel jaar je dat dan doet. Maar dan, wij kregen dat niet uitgerekend voor minder dan een 500.000 en dan als je het goed doet misschien nog wel dubbelen. En dat vonden wij in deze tijd ook weer wat veel van het goede, want dat zouden we dan weer niet alleen aan het schoolzwemmen willen besteden. Dus vandaar dat we deze tussenoplossing hebben gevonden. Omdat we het wel verschrikkelijk vinden dat er kinderen zijn die om de reden van het inkomen van hun ouders geen diploma hebben. Dat vinden we niet kunnen. Daar ligt voor ons dan de ondergrens. Akkoord. Oké, dank u wel. Dan op koers. Ik begreep later dat het compliment voor onze wethouder was bedoeld. Maar waarvoor nogmaals dank. U maakt een opmerking over de bevaarbaarheid van de Vecht en dat u bang bent dat Hardenberg de boot gaat missen. Wij hebben hier in de oriënterende ronde ook al nagevraagd, dus ik was even benieuwd of u dat onderdeel had gemist. Nee, dat onderdeel had ik niet gemist, als ik mag, voorzitter. Nee hoor, dat niet, maar we willen toch graag dat het in de belangstelling blijft en dat we daarmee doorgaan en dat er werkelijk wat wordt ondernomen. U wilt er nogmaals aandacht voor vragen. Maar aan de geluiden te horen, is daar niet zo heel veel geld voor. Dus dan moet je heel goed nadenken en goed creatief bezig zijn, denk ik. Kijk, ik zie wat opbloeien in uw verkiezingsprogramma. Dank u wel. Dan D66 tenslotte, voorzitter. Weinig redenen tot gejuich de afgelopen 3 jaren. Ik vond de heer De Rodemond vrij pessimistisch. Ik zou hem eigenlijk zelf ook wat geluk toe willen wensen bij zijn bijdrage. Want het kwam toch wel vrij negatief over. Terwijl, als ik door de regels luister, heeft u wel veel wensen. Dat is even wat ik wou meegeven. Dank u wel. Dan rest mij alleen om die gelukwensen enorm te accepteren. En dank daarvoor. En ik zal mijn best doen om blijmoediger door het leven te gaan in de komende periode. Ik heb een kleurige blouse al aangedaan. Ja. Akkoord, dat waren de vragen die nog speelden vooruit de fractie van ChristenUnie. Ik kijk even, maak het een rondje, maar even de VVD-fractie. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde net nog even over het zwembad nog een paar vragen. Ik hoorde meneer Stelpstra aan mevrouw Luijten wederom vragen dat zij graag het schoolzwemmen weer terug wilde. Dan moet ik toch meneer Stelpstra erop attenderen dat ook hij dat graag wil, want hij staat onder dezelfde motie ook als mede-indiener. Dus die vraag die verbaasde mij dan wat. Is dat een cadeautje wat u hebt gegeven in de coalitiebesprekingen en weet u niet wat u hier doet? Dat is één. Ik vroeg hoeveel het zou kosten. Dus ja, maar ik neem toch aan meneer Stelpstra dat als u als mede-indiener hier ook zegt dat u gaat zorg dragen voor de bekostiging daarvan bij de volgende bestuursrapportage, dat u daar toch in ieder geval een mening over had. Als ik meneer Gelling even mag uitleggen. Mevrouw Luijten, ja.
waar de motie dan precies over gaat. Dat, die motie gaat niet over het schoolzwemmen zoals wat ik net voorstelde. Deze motie gaat nou juist over of we kunnen zien hoe we in ieder geval die groep van die kinderen zonder diploma aan een diploma kunnen helpen. En dat is iets anders dan het ouderwetse schoolzwemmen waar alle kinderen met de school elke week met de bus naar het zwembad gaan. Dat is iets anders. Dus deze motie gaat niet over dat schoolzwemmen. Maar heeft u dan ook, en dat ik dan gelijk mijn vraag aan u adresseer, dan heeft u dan wel iets van een, want u bent geschrokken van uw eigen onderzoek ter zake het schoolzwemmen en u komt nu met dit. En de vraag is natuurlijk dan, want het, voor het komende jaar is het saldo al negatief, hebben we geconstateerd. Dus mijn interesse gaat toch uit naar waar u dan de dekking gaat zoeken. Maar daarvoor afgaand, voorzitter, nog één andere vraag. Want u schrijft in uw inleiding dat er onderzoek is gedaan in 2014 door het Mulier Instituut, zeg ik het goed? Dat is al een poosje geleden en daar denk ik dat u wat algemene cijfers bezigt. Dus voordat wij hier in sympathie adhesiebetuiging geven, ben ik heel benieuwd of u ook cijfers heeft die de Hardenbergse situatie betreffen. Dus is dat hier ook zo dat er 19% van de kinderen van 6 tot 10 geen diploma hebben en 17% alleen een diploma A? Dat is één. Zijn die cijfers actueel waarop u deze motie indient? En is er een direct verband tussen geld en het niet hebben van een zwemdiploma? Mevrouw Luijten. Voorzitter, die cijfers, kunt u nagaan, die zijn nog vlak gemeten vlak na in de periode dat schoolzwemmen er nog was of bijna of net was afgeschaft. Dus de meeste kinderen hadden toen nog op die manier een diploma gehaald kunnen hebben. Nu is het er helemaal niet meer, dus ik zou eerlijk gezegd eerder verwachten dat die cijfers omlaag of nog hoger zijn geworden. Zeker ook als je bedenkt dat bijvoorbeeld kinderen in asielzoekerscentra ook vaak zonder diploma aankomen. En we weten ook allemaal dat daar niet heel veel geld is om dat te doen. Dus nee, ik heb geen recente cijfers van de situatie in Hardenberg. We kunnen dat ongetwijfeld aan het college vragen om dat te laten uitzoeken als we dat graag zouden willen. Maar op basis van de jaarverslagen en van de sportaccommodaties en van de gemeente hebben we het in 2016 over 1229 leerlingen. Waarvan 86% in ieder geval AB lijkt te hebben. Maar dat is in ieder geval een inschatting. We kunnen de precieze cijfers er nog op naslaan als u dat wilt. Voorzitter, dat kun ik niet nu 1, 2, 3 regelen. Mag ik daar wel een breuk maken, voorzitter? Want ik word toch wel wat geprikkeld door de woorden van de heer Gelling, die ik ergens ook wel begrijp hoor. In die zin dat het CDA hier 2 jaar geleden ook een motie heeft ingediend om de leeftijd van het jeugdsportfonds te verlagen, zodat kinderen in minimale zin ook gemakkelijker dat konden gebruiken ten behoeve van een zwemdiploma. Ik begrijp ook dat die cijfers niet rechtstreeks op de Hardenbergse samenleving betrekking hebben. En daarom staat er ook in het dictum, en dat ben ik met mevrouw Luijten eens, om te onderzoeken of de huidige maatregelen die we hebben, bijvoorbeeld dat sportfonds, misschien het SOCU-fonds en allerlei andere middelen die we hebben, of die toereikend zijn voor de Hardenbergse situatie. En volgens mij moet dan het antwoord van het college daarna leidend zijn voor de vraag of we daar wel of niet iets mee willen. En mochten we er wel iets mee willen, dan zou ik haast zeggen dat gezien de tendens van de laatste jaren er misschien wel iets mogelijk is bij het overschot van 2017. Maar goed, dat is dan weer al een heel stuk verder. Stelpstra, over dit onderwerp. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik veronderstel dat de VVD, CQD, heer Gelling niet fan is van deze motie. Want ik zou juist denken dat hij er aan zou willen toevoegen dat alle lessen in de slag worden afgenomen. Ja, voorzitter, als ik daar mag reageren. Nee, het is absoluut zo dat wij natuurlijk buitengewoon sympathiek tegenover het behalen van een zwemindicatie staan. En bij voorkeur in de slag. Want laten we, al gek op een stokje, het is natuurlijk wat merkwaardig om een zwembad te bouwen, vervolgens het schoolzwemmen af te schaffen en 85.000 euro uit de algemene middelen daarvoor te bestemmen. Dan lijkt het ons een onderzoek waard om te zeggen, nou ja, misschien als je dan toch ergens geld vandaan haalt, doe het dan ook dat er iemand iets in ieder geval leert zwemmen. Maar daarvoor vind ik het interessanter om van de wethouder te horen of er hier inderdaad sprake is van een structureel aantal kinderen in de categorieën zoals je hier definieert, die niet voldoen aan het hebben van een zwemdiploma. En of daar een verband bestaat tussen en niet kunnen betalen. Want als je het gewoon, ik weet niet waarom, maar misschien zijn er mensen die niet willen zwemmen. Dus ik zou graag wat meer informatie willen, maar ik moet ook zeggen dat de inleiding van meneer Bleukeman mij wel aanleiding gaf om te veronderstellen dat daar al voor het besluit genomen worden weer wat onderzoek gaat plaatsvinden.
De mevrouw Luiten over dit onderwerp. Voorzitter, nog één keer over de cijfers, want dan kunnen we meneer Gelling meteen vertellen wat hij graag wil weten. Van de 1391 leerlingen voor de groepen 3 en 4 in de gemeente hebben er 1229 een A- en B-diploma. En dat betekent dat 86% van die kinderen in onze gemeente op dit moment een A- en B-diploma heeft. En de rest niet. En dat gekoppeld aan het eerdere onderzoek, waaruit blijkt dat het niet halen van een zwemdiploma vaak gerelateerd is aan het niet kunnen betalen door de ouders. Klopt, we hebben dat deze maand niet hier in de gemeente getoetst, maar het lijkt ons stug, gezien het feit dat het schoolzwemmen ook nog is afgeschaft en er dus meer kinderen zijn die in armoede leven, dat dat cijfer omlaag zal zijn. Goed, mag ik dit onderwerp daarmee afronden? Dat komt nog terug in de vraagstelling aan de college. De heer Gelling, zijn er nog andere onderwerpen voor deze ronde van de zijde van de VVD? Ja, nog een opmerking ten zake D66 in het kader van geluk. Want dat klinkt wellicht wat merkwaardig, maar ik heb ook gelezen over het initiatief en het lijkt best wel goed aan te slaan. En ik kan me nog herinneren dat die mevrouw die hier ooit een inleiding gaf ter zake de sociale monitor ook de geluksfactor hoog in haar bepaling aanstaand. Het is alleen natuurlijk wat spijtig dat die sociale monitor er nog niet is en dat we die mevrouw, althans ik, niet meer gezien heb. Maar ik vind op zich het initiatief om geluk als uitgangspositie te nemen natuurlijk een lovenswaardige. En ook daar zou je nog bijna 1,1 miljoen voor over hebben, voorzitter, als iedereen hier in deze hele gemeente buitengewoon gelukkig zou zijn. Goed, dank u wel. Dat waren de vragen van de zijde van de VVD. Ik maak het rondje maar even af. D66, de heer Rodemond, zijn er nog vragen? De vragen die ik had zijn gesteld en ook voorlopig afdoende beantwoord. Dus ik dank u. Goed, kijk naar de fractie van Koers.nu. Nog vragen? De heer Kloekhorst. Ja, dank u voorzitter. Eerst even een verhelderende vraag aan de VVD. De VVD zegt van wij krijgen in maart een geheel nieuw gemeentebestuur. Hij kan dan niet doelen op de gemeenteraad, want ik weet, mijn buurman is lijsttrekker. De heer Gelling dreigt weer lijsttrekker te worden. De heer Stelpstra is al benoemd als lijsttrekker. En vanavond horen we dat ook de heer Burkerman, waarmee gefeliciteerd, want ik vond het een hele goede algemene beschouwing. Maar dat hij nou zo goed was dat hij direct lijsttrekker werd, dat wist ik ook niet. Maar even verder over de vraag, van, dus wat mij betreft, u kunt niet doelen op de gemeenteraad. Als u doelt op het college, ja dan rijst bij mij de angst dat u de burgemeester het concert wil geven. Kunt u mij geruststellen? Nee, meneer Kloekhorst, burgemeester, dat kan ik natuurlijk niet. Overigens is het zo dat kennelijk de benoeming van mij tot fractievoorzitter, meneer Stelpstra, in ieder geval ontgaan is. Althans heb ik zijn felicitaties nog niet mogen ontvangen, maar dat zal... Bent u ook lijsttrekker geworden? Dat zal komen omdat ik niet zo'n twitteraar ben, voorzitter. Maar ik krijg ze nog vast zometeen tijdens de borrelnootjes. En nee, ik doelde dus niet zozeer op onze burgemeester als wel op het college, wat ik ook van Twitter en moderne media begrepen heb, dat ze allemaal andere zaken gaan doen dan hier deze gemeente te besturen. Akkoord. Daarmee wellicht geruststelling voor de fractie van de Koers.nu, dan wel voor de heer Kloekhorst. Nog meer vragen? Ja. Ja, ook één vraag aan de ChristenUnie. Een prachtige presentatie en u snijdt een punt aan en u zegt van wij zijn voor een kleine overheid. Vindt u daar in mij een medestander? Alleen, het bereiken van een kleine overheid, zou u mij daar een tip voor kunnen geven? Want ik kreeg het gevoel, als wij daar naartoe willen, ja, ik kreeg het gevoel alsof ik de tandpasta weer in de tube wil duwen. En dat gevoel heb ik al jarenlang. Help me even met uw gevoel. Die kan ik niet helemaal plaatsen. U zegt van, ook de ChristenUnie is voor een kleine overheid. Ja, nee, dat klopt. Dat heb ik begrepen. Maar, kunt u koppelt dat aan tandpasta terugstoppen in de tandpasta tube? Nou, dat snap ik niet. Dat is mijn gevoel om dat te bereiken. Ik word zo langzamerhand wat ontmoedigd. Nou goed, kijk, om het even heel even simpel te maken. Wij zijn voor het liefst zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis. Maar op de gebieden
waar het wel nodig is, waar eigenlijk de maatschappij faalt, hè? De zorg voor mensen. Daar vinden wij, daar moet de overheid ervoor zijn. Nou, kijkt u even naar de landelijke politiek. Hè? Wij zijn niet voor een groot Europa, al dat soort zaken. Dus vandaar onze opmerking. Wel voor het kabinet? Wij zijn inderdaad wel voor dit kabinet, ja, dat klopt. Akkoord. Maar heb ik uw vraag voldoende beantwoord? Ja, dus zo te zien aan de houding van de heer Kloekost is dat zo. De Partij van de Arbeid-fractie, zijn er nog vragen overgebleven of dingen die u wilt opmerken? Nee, dank u wel. Daarmee is de tweede termijn bijna afgerond, maar de heer Stelpstra doet nog een poging. Ik zou toch de heer Gelling willen feliciteren met zijn lijsttrekkerschap. U wacht niet tot de borrelnootjes. Nee. Daarmee is de tweede termijn afgerond. Dank voor uw bijdrage aan deze. Ik kijk even rond. Ik zou willen voorstellen om even tot 9:00 te schorsen. Kan het college zich voorbereiden op de beantwoording, op de ingediende moties en amendementen. En, het publiek zal daar vanwege de oliebol volledig achter staan, denk ik. Precies. Dat gevoel had ik ook al. Dus ook de oliebollen staan klaar. De vergadering is geschorst om 9:00 en dan gaan we verder met de derde termijn. Beste mensen, als ik u mag verzoeken om de plekken opnieuw in te nemen, dan vervolgen wij deze raadsvergadering van dinsdag 7 november. Geachte leden van de raad, van Hardenberg, ik heropen de vergadering. Aan de orde is de derde termijn van de begrotingsbehandeling. Algemene beschouwingen zijn geweest, de fracties hebben op elkaar gereageerd. En op dit moment wil ik het woord geven aan het college om vooral in te gaan op de ingediende moties en amendementen. Hier en daar wellicht nog een opmerking te maken. Ik begin in deze derde termijn bij de wethouder die verantwoordelijk is voor de begroting in algemene zin, financiële zin, de heer Jansen, om zijn reactie te geven. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, dank voor de goede woorden over de begrotingen. Hier staat een dankbaar college en ook een dankbare wethouder financiën. Want het is mooi om aan het eind van de collegeperiode een stabiel financieel verhaal achter te kunnen laten. Waar je ook in een volgende periode mee verder kunt. En het is inderdaad aan een volgende raad en college om daar weer nieuwe plannen mee te maken. Maar daar ligt nu ook een bodem onder. En waarom hebben we die bodem? Die hebben we omdat u met ons zo strak hebt bezuinigd toen dat nodig was. Daar niet onnodig een jaar of twee eerst maar eens uitstellen en dan maar eens kijken wat wordt, om maar eens plat te zeggen. Maar gelijk doorpakken en te zeggen van wacht even, nu hebben we een probleem. Nu moeten we bezuinigen. En die bezuiniging ook tot het eind toe vast te houden. En als je dat dan doet, dan krijg je weer stevigheid onder de voeten. En dan krijg je stabiliteit en als er dan ook nog een keer de economie weer mee gaat vallen en dan komt er een meicirculaire die dan meevalt, dat zeg ik er ook in alle eerlijkheid bij, want toen ging de zon natuurlijk ook weer schijnen. En als er dan nu een nieuw kabinet komt wat ook weer uitgaven doet, dan is de kans groot dat wij via trap op, trap af, in dit geval trap of, daar ook weer wat van mee gaan profiteren. Dus in die zin is er wat ruimte ook voor de komende periode. Maar nog een keer, het heeft alles te maken met een goede financiële discipline. Ik veroorloof mij een paar korte opmerkingen voor ik bij de fietsmotie kom. Het landbouwverkeer op de Twenteweg. Het CDA heeft mij verrast door te zeggen dat de provincie pilots wil en ook deze wel, en dat het college zich daarvoor niet heeft aangemeld. Wij hebben een en ander maal met de provincie om tafel gezeten en de provincie heeft naar ons toe nog niet anders gezegd dan niet, niet, niet. Maar wij zullen deze opening gelijk eens gaan proberen om eens te kijken of er ergens een vergissing in het spel is. Maar de provincie heeft tot nu toe de deur consequent op het slot gegooid. Voorzitter, en dat leidde bijvoorbeeld ook tot het experiment wat gaande is, of eigenlijk grotendeels nog moet gebeuren, op de Bruchteweg. Maar goed, zoeken we uit. Meteen even op in te haken. Wat wij begrepen is dat er mogelijkheden waren voor 3 pilots. 1 in Vleringen, 1 in Marklo en 1 in Hardenberg. Die eerste 2 ook zouden zijn uitgevoerd, maar dat het bestuur van Hardenberg zich niet zou hebben gemeld voor de derde pilot. Maar goed, laten we dat dan ook even met elkaar uitzoeken. Nou, dan moet het wel het bestuur zonder deze wethouder zijn geweest, want ik heb het wel een aantal keren met zoveel gehad. Ja, goed. En dat kan ik me niet voorstellen, want we hebben toch nog altijd collegiaal bestuur. U maakte een opmerking over
het weerstandsvermogen, en daar ga ik nu niet uitvoerig op in, want daar is wel gemeenschappelijke opinie over grotendeels. Maar even over het onbenutte belastingvermogen in de post onvoorzien. Ook met het oog op de toekomst. Ik kan niet laten om daar toch nog een opmerking over te maken. Dat klopt. Maar het is even de vraag of je een onbenut belastingvermogen, wat je nog hebt, of je die gemakkelijk wilt maken. Want dan jaag je de lasten behoorlijk op voor de mensen. Dat is één. En twee, posten onvoorzien, daar zijn we altijd een beetje voorzichtig mee. Omdat er heel veel jaren zijn waar we toch delen daaruit gebruiken. Maar theoretisch is het correct, je mag ze erbij hebben. En daar mag je dus ook over van mening verschillen. Dat is de opmerking die ik nog even wilde maken. Dan ben ik inmiddels met dank voor uw positieve woorden bij de ChristenUnie. En ook daar dezelfde lijn. En het verhaal van ChristenUnie en VVD en vragen over schuldquote naar 70%. Mag ik als scheidend wethouder financiën nog één keer zeggen dat ik u zou willen vragen om voorzichtig te zijn om één zo'n ding eruit te pakken. En niet voor niets heeft de commissie de plan gezegd van pak nou een scala van indicatoren en ga die met elkaar vergelijken. Als je met één op de loop gaat, dan ga je ontsporen. En dat risico loop je ook als je zo strak hier nu 70 zou zeggen, of 75 of precies 100. Je moet hem altijd in verhouding zien en in de tijd waarin je leeft. En in het totaal van de gemeente. Wat mij betreft genoeg daarover. Mijn dank aan de VVD is ook eigenlijk eerlijk gezegd best wel groot. Want ik maakte me het eerste jaar wel een beetje zorgen over de opstelling van de VVD. Ik heb er al een opmerking over gemaakt in de oriënterende ronde. Maar het is fijn dat we elkaar in de loop van de jaren in die zin gevonden hebben. Dat we het met elkaar, met alle verschillen die er best mogen zijn, vinden in gewoon stabiel en goed financieel beleid. En dat wat het eerste jaar nog volledig afkeurenswaardig was, is nu niet 180 graden anders. Maar we hebben elkaar gevonden en daar ben ik blij mee. Hetzelfde geldt overigens ook voor D66. Ik ga naar... het is toch ook aan het eind van het jaar van tel je zegeningen. Ik ga nog even naar mevrouw Luiten, want die had wel een principieel punt. En dat, als ik zwart-wit maak, eindigde dat in gebakken lucht. Daar zit wel, principieel denken achter. En daarom wil ik er toch nog iets van zeggen. Want ik sta er toch een beetje anders in. Het college staat er ook een beetje anders in. Punt 1 is het, we hebben de lasten behoorlijk verzwaard. En als het dan weer goed gaat, moet je ook iets doen aan de keerzijde, lasten teruggeven. Omdat als je anders nog een keer weer in een crisis komt, zit je nog steeds op dat hoge lastenniveau. En dan kan je niet, wat we nu gedaan hebben, ook nog een keer weer lasten verhogen. Dus als het slecht gaat, gaan de lasten omhoog. Maar dan is de keerzijde wat mij betreft ook altijd, als het goed gaat, horen de lasten ook weer een beetje naar beneden te gaan. Maar uiteindelijk bent u het zelf die aan de knoppen zit. Want met een tientje... gemiddeld genomen OZB-verhoging, kunt u 230.000 euro op bal slepen. En ik moet ook nog een keer zeggen, we zijn er met z'n allen, en ook met u is het college er trots op, dat wij mensen die het echt niet kunnen betalen, vrij kunnen waren van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dat we zeggen, kwijtscheldingsbeleid, dat kost ons een 500.000 per jaar. Dat betalen wel de andere belastingbetalers extra, elk jaar opnieuw. Dat 500.000. En als je dan wat terug kan geven, dan is het denk ik ook goed om dat te doen. Dus in die zin zat er bij ons wel degelijk ook beleid achter om dit nu zo te doen. Dat heeft te maken met de crisis is voorbij. Nou moet je ook naar beneden, want anders kun je als het echt nodig is niet meer omhoog. Maar twee ook, zorg even dat je de boel toch wel ook daarin in evenwicht houdt. En we hebben een handreiking gedaan door te zeggen, dat tientje OZB, dat geven we als tientje. Als we hem in percentage hadden gegeven, dan was het inderdaad zo geweest, degene met het grootste huis en de duurste OZB waren, hadden daar het meest uitgehaald. Dat is nu niet zo. Voor iedereen is het nu een tientje, zelfs een tientje voor de mensen in de huurhuizen die niet mee betaald hebben. Dus er zit wel degelijk een sociale inborst ook achter om het zo te doen. Dus we moeten de verschillen even niet te groot maken. Ik kan niet nalaten om die even te doen.
Dan pak ik nog even de opmerking over Harderberg mist de boot met betrekking tot het varen. Ik heb een oriënteerde ronde gezegd van nee. Met name in het kader van het vechtpark zijn wij wel degelijk bezig om dat goed op te lossen. En we hebben nog even tijd, want er moeten nog 2 sluizen gegraven worden. Dus het duurt nog 1,5 jaar. En we hopen daar binnen het vechtpark ook nog geld voor te hebben. En dan moet ik stoppen, maar anders zou ik bijna zeggen, dan zal het college wel bij u komen. Maar dan regeer ik misschien wel een beetje over mijn graf heen. Dat waren de algemene opmerkingen en dan blijft daar nog de fietsmotie. En het college moet zeggen daar toch wel wat moeite mee te hebben. Ondanks het feit dat er een aantal goede elementen in zitten die we wel graag willen pakken. De aanleiding lijkt te zijn het koersdocument fiets van de provincie Overijssel. Die ertoe geleid heeft dat binnen het hele Vechtdal, vanuit Zwolle tot Hardenberg, raadsleden elkaar opgezocht hebben van, kunnen wij ook zorgen voor een goede snelle fietsroute, zeg maar, vanaf Zwolle tot Hardenberg. Dat is goed dat het Vechtdal zo geprobeerd wordt om die te bedienen. Tweede is, de aanleg van de 34 is de aanleiding geweest, want we zijn nu bezig, we zouden wat moeten doen. Ik snap dat, want je zou kunnen zeggen, tussen Ommen en Witte Paal, voor het grootste gedeelte, ligt die er gewoon al, zelfs vrij heel goed. En vanaf de Witte Paal moet je over de parallelweg verder naar Hardenberg. En het opwaarderen van de parallelweg tot veilige fietsroute, waar overigens het landbouwverkeer wel even langs zou moeten, want ze kunnen niet meer bij de boerderijen komen, die zit niet in het verhaal van de 34. En als je die nu via het koersdocument fiets van de provincie en via dat kernnet wat de provincie zou willen erin zou kunnen fietsen, zou dat een mooie zijn. Dus in die zin, prima. Daar lijkt hij ook op uit te gaan, maar dan kom ik bij draagt het college op, dan mis ik eigenlijk de 34 en dan gaat hij bijna compleet over. Maar in Hardenberg mist er heel veel en daar moeten we van alles doen. Dan moet ik zeggen, nou, deze raad heeft de afgelopen jaren, en dat is eigenlijk vanaf 2006 tot 2014, heel veel gedaan om fietsroutes te verbeteren. We hebben hier in het centrum, en dan wordt gezegd, je moet dat doen naar het station, naar de koppel, want daar is de top, naar de scholen, naar de winkels en naar het ziekenhuis. Dan denk ik, ja, maar gaan we nog niet even te snel. Naar het ziekenhuis hebben wij de Wijdkamplaan met vrijliggende fietspaden. We hebben de Lage Gardestraat net heringericht met aan de beide kanten 1,5 meter breed. We hebben dat met Stationsstraat gedaan. We hadden het al met de Schuitenstraat gedaan. Ja, straks onder het station door, ja, die snap ik. En dat er nog knelpunten zijn, ik snap ze ook. Maar als je zo nu gaat zeggen, probeer nou eens ook in Hardenberg die snelfietsroute zo door te zetten, dan ga je wel heel massief zeggen, dat gaat wel heel veel geld kosten. En ben je dan niet te zwaar bezig, zou je niet dan kunnen zeggen, sleep er in ieder geval die parallelweg nu uit. Misschien moet je ook wel iets doen, zeg ik dan maar, aan de fietsroute richting Delersvaart. En kijk nou eens, maak eens een inventarisatie van de knelpunten in Hardenberg en pak nou eens je flexibiliteit om dat zo goed mogelijk op te lossen. Als ik hem zo mag lezen, kunnen we er een hele eind in mee. Als ik hem moet lezen, maar u moet hem echt dogmatisch, want er staat nog een keer onder van, ja, hij moet wel 3 meter breed zijn en er moet een tussenlijn in zitten en het moet bij elkaar zitten. Dan denk ik van, ja, maar dan gaat hij fout. Mevrouw Luit. Als ik daarop mag reageren. Het gaat ons heel expliciet juist om een integrale visie. Ik wil niet zeggen dat we zeggen alles moet nu helemaal volgens die normen van A tot Z. Elk fietspad moet zo breed worden enzovoort. Maar laten we nou eens integraal kijken waar zitten die knelpunten. Wat zijn de belangrijkste knelpunten? Eventueel inventariseren wat zou het kosten als we ze op zijn minst, misschien dan niet 100% perfect, maar in ieder geval beter kunnen maken. Dan kunnen onze opvolgers daar straks na maart een besluit over nemen. Maar dan moet je wel eerst integraal een visie hebben liggen van hoe staat het ervoor en waar zouden we eigenlijk naartoe willen. En daar gaat deze motie met name over. Voorzitter, nog even een opmerking toevoegen. Het gaat er natuurlijk om dat we vanuit het centrum en vanaf het station, oké, daar liggen allerlei plannen nu. En dan gaat het vanaf het centrum richting de Boshoek. Nou, dat is toch nog altijd een groot probleem.
en vanaf de Boshoek weer richting de Witte Paal. Dus die route wordt bedoeld. En zo hebben we hem ook ingebracht in de werkgroep en bij de provincie. En wij zitten met een aantal knelpunten. En gisteravond was ik nog op plaatselijk Langheemse. En je ziet daar ook overduidelijk die knelpunten weer naar voren komen. En ik vind het van belang dat we een hele veilige fietsroute creëren vanaf het centrum van Hardenberg of vanaf het station Hardenberg richting de Boshoek. Maar dan zet u nu al anders neer als dat die precies in de motie staat. Maar goed, dan geef wel wat duidelijkheid. Even helder, wat is de stand van zaken? Overigens op dit moment ambtelijk. De provincie betrekt ons er op dit moment bij. Morgen is er een eerste klankbordgroepvergadering tussen gemeente en provincie. Wij zijn daarin vertegenwoordigd. En de verwachting is dat als je vanuit de centen van de provincie iets zou willen doen met subsidie, dat in de loop van 2018 de eerste concrete lijnen daar gezet worden. Dan wordt gekeken waar liggen prioriteiten en waar zou de provincie eventueel willen cofinancieren. En dus daar moeten we proberen aan te haken dat we in ieder geval daar de subsidie krijgen waar we die kunnen krijgen. En ik zou u willen vragen bijna van kijk nog eens goed naar die parallelweg. En twee, natuurlijk willen wij proberen om de knelpunten die er zijn eens te noemen, eens te kijken wat we daar kunnen. Maar het verwacht u niet al volgend jaar maart ongeveer een gewassen en gestreken plan. Want dat gaat ons niet lukken. Wij kunnen wel een aantal knelpunten alvast benoemen, maar als we die moeten doorrekenen van wat moet er allemaal gaan kosten en hoe moeten we dat precies gaan doen. Ja, daar hebben we echt even wat meer tijd voor nodig. En ik denk dat die tijd er in relatie tot de subsidies van de provincie ook gewoon is. Voorzitter, want de heer Breuken, dan kan hij voor 19. Even voor mezelf even verhelderend. Hoor ik de wethouder eigenlijk zeggen dat hij zegt, hè, als je dan dat dictum leest, en dat begint met, voor de verkiezing goed, daar kunnen we het over hebben, maar het informeren over de plannen voor een samenhangend netwerk van een kwalitatief en wat ons betreft ook veilig, hoogwaardig fietsroutes in en om Hardenberg, punt. En om het daar even te eindigen, hè, want is dat wat ik hoor bij de wethouder? Zeg, nou, een inventarisatie van die knelpunten eigenlijk, hè, daar beperkt u het eigenlijk toe. En dan noemen we dus niet meer alle voorbeelden die overigens ook alleen maar in het centrum van Hardenberg zich voordoen. En ook die middelen van het beschikbaar hebben van middelen bij de KZ, dat laat u eigenlijk even achterwege. Heb ik dat goed samengevat zo? In grote lijnen, met het verhaal van daar waar dit verhaal begonnen is, op de parallelweg van de 34, heeft hij de parallelweg nu verlaten en eindigt hij in en om Hardenberg. En volgens mij hebben we dan een deel van de kern voor de provincie niet te pakken. En dan kon het wel zijn dat de provincie zegt, dat doet u toch lekker zelf. Ja, dan voorzitter, toch nog even hier. De heer Wilts. In een gesprek met de provincie, ook met de werkgroep, en er zitten leden van de provincie in de werkgroep, is duidelijk geworden dat het stuk Witte Paal, de parallelweg, daar ook gewoon in zit. Even helder, de parallelweg zit er nu in de renovatie van de 34 voor 01. Akkoord. Nou, precies, dat is tafzij. U zegt eigenlijk van, nou ja, even concluderen. De motie zoals die ligt, inventariseren kan inderdaad. En dan geven we een beeld van wat de stand van zaken is, zeg maar, ten aanzien van de fietsinfrastructuur. En dan ben ik bij de kadernota ietsje minder ver dan de motie vraagt. Want dat is gewoon fysiek onmogelijk om dat nu voor elkaar te krijgen. Ja, in die zin, voorzitter, heb ik wel wat moeite mee om nu te zeggen van, nou, met deze interpretatie van, want de interpretatie van de wethouder, ja, die is natuurlijk wel wat anders dan wat hier in het college wordt opgedragen. Dus de aannemen en met te zeggen van in deze lijn en zo, dat is misschien in dit geval wat lastig. Ik ben mijn bijdrage begonnen met in de huidige vorm vind ik hem lastig om toe te stemmen. Moet ik hem eigenlijk ontraden, want dan vraagt hij iets wat ik niet waar kan maken. En de tweede was, ik mis de 34. En de derde is, ik kan niet zo snel als de motie vraagt. Nee, akkoord. Maar soms zeggen we hier wel eens, hè, dat we in een bepaalde geest van de gedachte akkoord kunnen gaan met de uitleg van. Dat gaat hier eigenlijk niet op. Hier zitten te veel hobbels nog, om er maar even in die termen te blijven, hobbels nog in om deze zo onverkort uit te kunnen voeren. Dat is wat ik de wethouder ook hoor zeggen. Er is wel een bereidheid om een stap te zetten, maar in deze compleetheid wordt dat gewoon heel lastig.
Nou, dat constateer ik op dit moment even. Ik ga naar de wethouder Prinsen toe voor zijn deel van de bijdrage rondom begroting, bestuursrapportage en GREKS. Voorzitter, alvorens ik naar de motie en de amendementen ga, nog een paar opmerkingen maken over de vragen die zijn blijven liggen. Hoe gaat het met duurzaamheid in de Krim bij de nieuwe beoogde MFA? Nou, het voert op dit moment veel te ver om te roepen van het gaat allemaal zus en het gaat allemaal zo. Maar er zijn inleidende gesprekken geweest met COGAS. Daar is de vorige keer is er ook het nodige over gezegd. Dus eigenlijk zou je kunnen concluderen. De werkgroep die er nu zit, die wil er alles aan doen om het zo duurzaam mogelijk te doen. Zelfs samenwerking met zwembad is een onderzoekspunt. Maar het voert nu op dit moment veel te ver om daar nu verder op in te gaan. Daar hebben we de vorige keer ook aangegeven van we komen zo snel mogelijk met een notitie bij u om kosten en inkomsten en tekorten aan u te presenteren en dan aan u de keus te laten van gaat u er wel of niet mee in zee. En als u daar positief in bent, kan dat wat u nu allemaal vraagt, zal u in een nadere uitwerking aangereikt worden. Dan dat, eventjes... dat had u al beloofd, toch? De vorige ronde. Ja. Ja. Maar ja, herhaling is soms de kracht van de reclame. Hockey, toplaag en in relatie tot masterplan. Boshoek, de situatie is zo dat de toplaag van het hockeyveld dat, die is versleten. Staat bij ons op de lijst voor volgend jaar om te vervangen. Maar tevens zien we ook dat er eigenlijk voor de hockey een veld te weinig is. We zien ook wat krapte bij de voetbal. En we hebben voor de voetbal konden we heel makkelijk een wat tijdelijke oplossing vinden. En ik heb aangegeven dat wij met een masterplan Boshoek komen. En dat masterplan, de scenario's, de eerste scenario's heb ik ervan gezien. Ik hoop eind van het jaar, begin volgend jaar, het ook in het college te hebben en niet om er dan al een uitvoer aan te geven, maar om het aan te bieden en dan gebeurt er zelf wel iets bij de voorjaarsnota of niet. En mocht het zo zijn dat de hockey op de plek kan blijven zitten waar die zit, dan zal die toplaag volgend jaar vervangen worden. En als daar een ander scenario uitrolt voor de hockey, ja, dan zullen we daar een heroverweging moeten maken. Dan moeten ze misschien nog een jaar extra of langer spelen op een wat inferieure mat. Maar we gaan niet een investering doen voor een jaar of voor 2 jaar die dan weer teniet gedaan moet worden. Goed. Bij ons hebben we volgens mij alle wethouders hier geluk in portefeuille. Dat nog even voor D66. Volgens mij wordt dat wel zo ervaren. Ja, de burgemeester ook. Ja, zeker. Zeker. Even over het zwembad. Volgens mij, eventjes door die moties en amendementen heen kijken, zijn er 3 thema's. Het thema is, hoe komt het dat er een overschrijding is? En wat ga je eraan doen om het weg te werken? En we willen geen structureel geld inzetten. Nou, ik kan ervoor zorgen dat er een analyse komt van, waar zit hem dat nou in? Wat was de begroting? Hoe is het met bezoekersaantallen gegaan? Hoe is het met aantal mensen die in zwemlessen en andere activiteiten? Dat overzicht kunnen we u doen toekomen. Ik wil mijn uiterste best daarvoor doen om dat over niet al te lange tijd bij u neer te leggen. Maar daarnaast zijn we ook bezig met een onderzoek. En ja, eind jaar, of anders in januari, met denkrichting over een andere opzet van de exploitatie van onder andere de sportaccommodaties. En dan moet je denken aan sporthallen, maar zeker ook van van de zwembaden. Want toen we de discussie hier gevoerd hebben in de raad over het teruggeven aan de samenleving van de openluchtbaden, is daar een discussie geweest. Daar heeft de raad gezegd, probeer daar toch wat op in te verdienen. Hebben we ook aangegeven van dat we ook een poging moeten doen om te kijken, wat doen we met de overdekte zwembaden? Kunnen we daar in een ander exploitatieregime terechtkomen? Nou, toen heb ik ook aangegeven dat we graag de eerste jaren wilden draaien met de slag, voordat we daar iets zinnigs over konden zeggen. Nou, datgene wat ik nu toezeg, dat zat al in de pijplijn, om, en die onderzoeken zijn ook al gestart, om eind van het jaar, kan net over de jaargrens heen zijn, met een denkrichting te komen over een heel andere exploitatieopzet. Dan kom ik ook meteen bij mijn volgende punt. Als je signaleert dat er tekorten zijn, en je hebt nog niet een plan hoe je die tekorten wil wegwerken, dan zul je dat, wil je van een bepaalde begrotingsdiscipline uitgaan, dan zul je dat structureel op moeten nemen. Dat wil niet zeggen dat je hem ook elk jaar structureel uit moet geven, want op het moment dat je een plan van aanpak presenteert, hoe je dat denkt terug te dringen, ja, en dat plan van aanpak is deugdelijk,
dan kun je je begroting aanpassen. Het is ook vervelend als je nu al de tekorten signaleert, dat niet structureel meeneemt, dan moet je iedere keer bij je algemene reserve. Dus het getuigt van een ordentelijke begrotingsdiscipline, en daar hebben we ook vaak discussies over gehad met de accountant. Als je nog geen plan hebt en die tekorten zijn zichtbaar, dan zul je hem structureel op moeten voeren. En op het moment dat je zegt we hebben een plan en die wordt als deugdelijk ervaren, kun je je begroting daarop aanpassen. Dus samenvattend, voorzitter, als ik het heb over rondom de zwembaden, zeg ik de motie en de amendementen zijn wat mij betreft overbodig. Want, ik zeg u toe, want ik wil toch altijd zelf weten, aan het eind van het seizoen, hoe hebben die zwembaden gedraaid? Ik kan u een overzicht doen toekomen hoe dat in onze zwembaden is gegaan. Daarnaast zal ik voor de slag een verdieping maken, wat is er vanaf 2015... Wat is er gebeurd met de bezoekersaantallen ten opzichte van 2014? U vroeg ook nog, dat is nog eventjes wat ik vergeten was, om te vergelijken met 2012. Nou, kijk, ik kijk liever vooruit. Wat is er aan de hand in dit land? Wat gebeurt er met zwemmen? Wat is er met uitgaan en dat soort dingen? Dat is veel belangrijker dan om terug te kijken naar 2012. Dat was niet de vraag. De vraag is eigenlijk de uitgangspositie van 2012. Dat was budgetneutraliteit. Ja. En niet zozeer dat u de bezoekersaantallen die geprogrammeerd waren toen de tijd vergelijkt met nu. Het ging ons erom, en daar bent u duidelijk in hoor, dat u zegt, ik ga kijken waarom dat tekort nu ontstaat en wat de oplossingen zijn om daar iets aan te doen. Dat is eigenlijk maar niet dat u de hele zaak analyseert na 2012. Prima, dan... En voorzitter, mag ik daar ook op reageren? De cijfers staan ook in het jaarverslag Team Sport en Accommodatie van de gemeente. 2016. Maar dit gaat over 2017, verwacht tekort 2017. En die cijfers heb ik nog niet helemaal compleet. Ja? Maar ik wil ook wel even weten, kijk, ik kom straks ook bij het schoolzwemmen. Wat voor impact heeft dat gehad? Hè? Alleen, dat de maatregel was al afgeschaft voordat de slag openging. Goed, dus ik ontraad u dit omdat het al in onze systemen zit om hier mee te komen. Behalve dat onderzoek, dat zeg ik u toe, ja, dat wil ik u aanreiken. Dan kom ik bij de motie van de Partij van de Arbeid. Ja, ook het college vindt het ontzettend belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Dat kinderen minimaal een A en een B diploma hebben. En dan komt altijd de vraag, waar ligt nou die verantwoordelijkheid? De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. En dan kom je bij de vraag van willen en kunnen. Ja. Ik heb de cijfers van 2015 voor onze gemeente heb ik aangereikt gekregen. En in 2015 was het zo dat 95% van de kinderen uit de categorie, zoals die ook in dat milieuonderzoek is aangegeven, dat 95% A-diploma had, 90%, bijna 90% B en 40% C. In 2015, een jaar later dan het onderzoek wat hier staat. Dus de problematiek is in een, kun je... Wil eigenlijk zeggen, in een wat plattelandsgemeente is in de regel minder groot dan in een stedelijk gebied. We hebben de afgelopen tijd hebben ook heel uitvoerig gekeken naar het jeugdsportfonds. En ik geloof dat CDA ook voor gezorgd heeft dat die doelgroep is uitgebreid. Op 18 juli zijn daar extra middelen aan toegekend. Dus mochten mensen niet in de gelegenheid zijn om het te kunnen betalen, kunnen ze een beroep doen op het jeugdsportfonds. Daarnaast kun je toch wel hele extreme situaties hebben dat het samen doen team in gezinnen komt en daar dingen constateert. En dan zouden ze ook in het kader van maatwerk het regelvrije budget van het samen doen team in kunnen zetten. Dat is ook een mogelijkheid. Even kijken. Ja. De analyse die wij even globaal hebben gemaakt, is het ook zo dat je... Soms sommige doelgroepen, en vooral nu we ook met veel statushouders te maken krijgen, zul je wat anders tegemoet moeten treden. Een voorbeeld is dat het voor sommige van onze nieuwe Nederlanders, van onze mensen die in Hardenberg hier zijn komen wonen, dat het lastig is om gemengd te zwemmen. Dus daar zul je met misschien wel doelgroepenbeleid, zul je daarin iets kunnen betekenen. Ik wil u, de motie wil ik u eigenlijk ontraden. En waarom? Omdat ik denk dat je die motie veel daadkrachtiger kunt maken door te zeggen, wij vragen van het college om met een plan te komen hoe die percentages die ik zo pas noemde, en of ze nou iets hoger of iets lager zijn, vind ik niet interessant, maar hoe
komt het college, of dat het college met een plan komt van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 100% van de kinderen dat die een diploma A en B halen. Heel actiegericht onderzoek van wat ligt er aan te grond, welke kinderen vooral niet. Is dat een geldkwestie of is dat een motivatiekwestie? Ja, om daar dan heel kort beleid op te zetten. Dus allerlei onderzoekingen, die liggen er voor een deel aan de grondslag, maar ik zou hem dan ook veel actiegerichter willen neerzetten. Voorzitter, het kan aan mij liggen, maar volgens mij is dat toch precies wat er in deze motie staat bij de eerste bullet. Is dat zo? Dat staat op de achterkant, even kijken. Oh, ik zit op het verkeerde blad, sorry. Ik heb hem hier. Draag en de beleid nader schrijven dat binnen 4 jaar alle kinderen... Ja, dat klopt. En te onderzoeken of deze ambitie binnen bestaand beleid vind ik op dit moment helemaal niet zo interessant eigenlijk. Ja. We komen met een voorstel, met een plan van aanpak. Hoe wij denken dat we tot aan die 100%, dat moet je ambitie zijn, kunnen komen. En wat voor middelen daarbij horen. En hoe we die middelen kunnen namen. Is dat het jeugdsportfonds? Zijn dat de kleinsmaagelden die al genoemd zijn in dit verhaal? Dus ja, als jullie zeggen dat het voldoende in die motie inzit. Maar ik vind die constateringen... Mevrouw Luijten, misschien even, dat vindt u voldoende? Oh, ik vind voldoende. Voorzitter, dan zal de wethouder helemaal blij zijn dat precies wat hij nu zegt bij de tweede bullet in deze motie staat. En als het gaat over bestaande instrumenten, jeugdsportfonds en zo, dat hadden wij nou ook al net in ons hoofd. Alleen het blijkt dat als je dat integraal daaruit gaat doen, dat er dan zo weinig geld overblijft voor lidmaatschap van andere sportverenigingen. Vandaar dat we zeiden, kijk nou even of daar extra middelen voor nodig zouden zijn en hoe dat dan eventueel georganiseerd kan worden. Ik hoor u zelf ook al een aantal dingen uit bestaand beleid noemen. En dat is eigenlijk precies wat we van u vragen. Dus als ik het zo hoor, zijn we het eigenlijk roerend eens en dan begrijp ik niet waarom u hem helemaal ontraadt. Nou, ja, volgens mij wil het college de motie overnemen. Zo begrijp ik het. Daar zijn wij natuurlijk nooit dat tegen. Zou dat zou kunnen, maar we kijken zo even naar de wethouder. Ja, we hadden toch een weddenschap dat we onze laatste vergadering, dat we niks meer zouden oppakken, dat we gewoon ons eigen nemen, want dat is flauw. Nee, maar waar ik een beetje, kijk, ik lees hier zo tussen haakjes met aandacht voor verbinding tussen onderwijs, naschoolse opvang en combinatiefunctionarissen. Ik denk, doe het veel directer. Volgens mij kan het veel directer. Alles wat u directer voor elkaar kan krijgen, voorzitter, zeg ik tegen de portefeuillehouder, des te beter is het. Maar het is, we graven u meer wat suggesties mee in het kader van, u heeft allerlei beleidsinstrumenten en misschien past het daar wel in. Maar als u het liever direct doet, nou dan horen we dat graag. Geweldig. Voorzitter, ik kan meedelen dat wij met graagte deze motie overnemen. Ja, ik had al het gevoel dat deze motie dichter lag dan de vorige motie die net werd besproken over de fietspaden. Dus deze kan het college overnemen, zeg maar. En wellicht wordt die nog sneller uitgevoerd dan de dictum vraagt van deze motie. Ik kijk ook nog even naar wethouder De Vent. Naar zijn bijdrage. Dank u wel, voorzitter. Een onderwerp kwam nog even aan het orde. Thema basisinkomen. Daar kennen we steeds grotere belangstellingen, merken wij. Nou, het college heeft Rutger Bregman inderdaad uitgenodigd. En hij komt met alle graagte hier naartoe op 27 november in de Voorvechter. Hij niet alleen. Er komen meer mensen die wat gaan vertellen. Maar daar krijgt u binnenkort meer informatie over. Dat is een econoom, dat is een ondernemer. Dus we hebben een mooie delegatie die met elkaar daarover in gesprek gaan. Dat is voor ons ook een inspiratiesessie om een beter zicht te krijgen op alle ins en outs van het basisinkomen. Dus u moet het zien als een inspiratiesessie. En wij zijn heel benieuwd wat daaruit komt. En wat u daar ook zelf mee wilt, politiek en wij als bestuur, uiteraard. Ik zou u willen oproepen als u zegt, ik heb belangstelling. Meld u zich snel aan. We hebben 400 plaatsen, er zijn inmiddels 350 ingevuld. Dus komt u snel, want het is al over 3 weken. En u wilt het niet missen, denk ik. Voorzitter, mag ik daar kort een verklaring op geven waarom de VVD-fractie niet aanwezig zal zijn? Heeft niets te maken, voorzitter, met het feit dat wij ons niet zouden willen laten informeren over het basisinkomen. Als wel met dat wij intern onze lijstperikelen gaan afhandelen op de 27e. Dus geen desinteresse aan het huis van de wethouder, maar andere inhoudelijke verplichtingen. Goed.
Maar u bent toch al bekend als lijsttrekker? Ja, maar zelfs, maar er zijn nog andere dingen die uitgeplozen moeten worden. Goed, dan nog even een korte vraag die daaraan gekoppeld werd door mevrouw Luijten van de Partij van de Arbeid. Van, kunnen we ook inzicht krijgen zeg maar, in pilots die in het land al her en der rondom dit thema hebben gedraaid of draaien? Nou, ik denk dat het goed is dat we na verloop van die na 27-11 u daar ook zo snel mogelijk over informeren. Want dan hebben we een beeld over het basisinkomen en dan kunnen we het ook koppelen aan praktijkervaringen. En dat is een mooie opmaat naar 2018, waar wij misschien als bestuur en politiek ook wel iets nog willen mee door gaan doen in deze periode. Voorzitter, mag ik dat interpreteren als een ja? Het is ook goed om deze wethouder even te vragen hoe hij dat precies bedoelt. Dat is een correcte weergave, voorzitter. Akkoord. Dan blijft er nog, even kijken, twee moties liggen. Die vallen binnen de portefeuille van de portefeuille Vrije Tijdseconomie en Jongeren, om het zo maar te zeggen. Dat doe ik vanaf deze plaats met u goed vinden. Dank ook voor de steun die in de begroting is uitgesproken voor de onderdelen die mijn portefeuille raken in ieder geval. Laag ook in ieder geval nog één vraag zag ik voorbij komen van op koers.nu. En dat gaat over duidelijkheid over de structuur van de besturingsstructuur van de aansturing van de bestuursdienst. Om Hardenberg, waar u naar vroeg. Nou, volgens mij wordt u op uw wenken bediend, want op dit moment loopt er een onderzoek na. Die komt ook nog terug, ook in deze raad. Wij wachten ook dat af. Er vindt op dit moment gespreksrondes plaats, dus daar bent u ook bij betrokken vanuit de raad. Dus dat komt zeker terug ook op de agenda en dat is denk ik ook heel goed dat we dat doen. Dan brengt mij bij... er was ook nog een vraag in het begin van de fractie van de CDA, zie ik hier staan, ten aanzien van... gratis wifi-netwerk in het centrum van Hardenberg, in ieder geval in de dorpscentra of hier in het stadscentrum. We hebben daar eerder over gesproken met in het kader van het actieprogramma, het centrum Hardenberg, met de andere partijen, de ondernemers, de vastgoedondernemers en de gemeente als partij. Toen was dat niet het hoogste prioriteit, kan ik u zeggen. Er is wel over gesproken, maar niet de hoogste prioriteit. Wij weten dat er een subsidie beschikbaar is, in de zin van 120 miljoen, die voor Europa er ligt. Daar zijn wel allerlei voorwaarden aan verbonden. Wij zouden eens even in het gesprek, wat we regelmatig hebben, ook met het centrummanagement, kunnen kijken in hoeverre daar nog behoefte aan is op dat moment, of dat in te vullen op dit moment. En dan zouden wij een aanvraag kunnen doen, wellicht. Dus dat is een toezegging van mijn kant, dat ik het meeneem in het overleg met de andere partijen die... actief zijn in het centrum om te kijken of dat een weg is om in te gaan. Voorzitter, zou het lukken om nog voor het eind van het jaar daar met een antwoord te komen? Ja, volgens mij hebben we op hele korte termijn nog weer een overleg en dan nemen we dat mee. En mocht dat, komen we sowieso daar bij u op terug. Akkoord. Wat de resultaten daarvan zijn. Dan ga ik naar de moties toe. Allereerst de motie van de VVD over de vrije tijdseconomie. U bent wellicht daar op het verkeerde been komen te staan doordat de term vechtdal heel vaak wordt genoemd. Dat is op zich correct, maar binnen het vechtdal wordt eigenlijk de hele gemeente Hardenberg verstaan. Binnen het vechtdal, dat is de merknaam waar Marketing Oost mee werkt, zeg maar. Maar ook waar binnen wij een project zijn aangegaan met de gemeente Dalfsen, Zwolle, Ommen en zelfs ook de gemeente Staphorst en Hardenberg. Om te komen tot versterking van de vrije tijdseconomie. Dus in die zin is de term vechtdal misschien wat verwarrend te noemen. Maar binnen dat vechtdalproject vinden een groot aantal projecten plaats. En die hebben zeker niet alleen betrekking op de rivier, de vecht of alles wat daar net omheen valt. Maar daar hoort ook zeker het Reesdal bij. Het Reesdal valt daaronder, onder dat vechtdalverhaal. En zo zijn wij op dit moment bezig met bijvoorbeeld projecten in de zorg en vrije tijdseconomie. Waarbij ook nadrukkelijk eigenlijk veel meer ondernemers betrokken zijn uit de hele gemeente. Dus uit Delingsvaart, Gramsbergen, Balkbrug, noem maar op. En datzelfde geldt ook voor het onderzoek wat op dit moment heeft plaatsgevonden naar de verblijfsaccommodatie. Vooral de vitaliteit van de verblijfsaccommodatie. Hoe gaan we om met onze campings, met de bungalowparken die er zijn. En hoe kijken we daar naartoe en wat voor adviezen kunnen daaruit komen om het ook naar de toekomst toe bestendig te houden.
En ook daarin wordt heel nadrukkelijk, om eens wat te noemen, het Reesdal ook meegenomen. Dus het klinkt wat verwarrend. Ik kan me dat voorstellen als u dat zo in de begroting leest. Maar ik wil u toezeggen wat u ook vraagt in de motie. Dus in die zin zouden we daar tegemoet kunnen komen om te zeggen, volgend jaar komen die uitkomsten sowieso naar u toe. En dan kunt u ook zien dat daarin meer is meegenomen dan alleen SEC, de vecht zelf of het vechtdal in enge zin. Dus in die zin, die motie die kan, kunnen wij steunen in de uitvoering daarvan. Dan breng ik mij bij de jongerenraad. De motie over de jongerenraad, ingediend door de fractie van D66. Veel sympathie voor het voorstel wat u hier in bespreking legt. Wij kunnen niet genoeg, denk ik, jongeren betrekken bij de totstandkoming van het beleid in deze gemeente, maar ook gewoon door mee te laten doen bij wat er gebeurt. Dat doen we overigens ook al, dat weet u als raad ook. Er zijn vele debatwedstrijden, Zevenlinde, het Alpha College, er is een hele cyclus hier in dit gemeentehuis, maar ook basisscholen komen hier met regelmaat naartoe. Er worden stageprojecten gedaan met jongeren. Ik zelf breng in het kader van 4 en 5 mei bezoek aan tientallen scholen in de periode april, zeg maar, om ook over het thema vrijheid en grondrechten te praten. Dus in die zin gebeurt er al heel veel. U vraagt hier wat specifiek om jongeren meer te betrekken bij de beleidsvorming. Onlangs heb ik daar met alle andere Overijsselse burgemeesters en de commissaris, toen nog van de Koning, of nog steeds van de Koning is de commissaris van de Koning, maar toenmalig commissaris van de Koning van Overijssel, hebben wij met de jongerenraad Overijssel bijvoorbeeld gesproken. Want ook de provincie Overijssel neemt daar veel initiatief in. Een zeer actieve jongerenraad die daar ook wel een rol in zou willen hebben. En tegelijkertijd constateer ik wel dat het heel veel energie en inzet kost om een soort instituut als een jongerenraad in het leven te roepen. Hè. Dat is ook de reden geweest waarom het toch ook eerder is gedaan, maar ook weer ter ziele is gegaan. Voor een deel vindt het zijn plek de jongeren in de participatieraad. Maar ik zou het veel mooier vinden, en eigenlijk doen we dat op dit moment ook al, onder andere bij de omgevingsvisie die gemaakt wordt op dit moment, bouw je eigen buurt, worden jongeren als een aparte doelgroep benaderd, via social media onder andere, maar door ook bijvoorbeeld gewoon op het station in Hardenberg te gaan staan, echt jongeren specifiek te bevragen, denk nou eens mee met ons, wat overigens heel succesvol is. Om veel meer ad hoc en flexibel, projectmatig jongeren te gaan betrekken bij dit beleid. En misschien is het wel goed om in de richting van de raad met een soort notitie te komen van wat gebeurt er op dit moment allemaal al. En wat zouden we nog voor initiatieven kunnen nemen, maar veel meer op een wat meer ad hoc basis en initiatiefbasis. Dus in deze vorm zou ik de motie willen ontraden. Maar het college is bijzonder enthousiast om te kijken samen met de raad, hoe kunnen we jongeren toch bij het beleid betrekken? Maar misschien wat meer projectmatig en incidenteel. Voorzitter, annex portefeuillehouder, mag ik even reageren op uw betoog daarin? Ja. Want ik ben heel blij met uw enthousiasme voor het voorstel, ook al ontraadt u het ook. U zegt dat we mogelijk nog wat meer initiatief kunnen nemen ad hoc. Uiteraard is dat natuurlijk ook een mogelijkheid. Waarbij mijn gedachten ook uitgaan van, nou, kunnen we dan ook wat meer die debatten die we al hebben, wat vaker doen, de voorstellen die daaruit komen, wat actiever in deze raad betrekken, zodat de jongeren ook echt het gevoel hebben van, er gebeurt ook daadwerkelijk iets mee. We doen het hier en daar wel een beetje, maar ook nog niet echt heel erg specifiek. Je kan inderdaad nog veel meer doen met social media, zoals dat in Dalfsen dus gebeurt via Facebook, et cetera. Maar dat is dus wat minder ad hoc, maar dat hoeft niet te veel energie mogelijk te kosten. Wilt u daar dan ook naar kijken? Dat is mijn vraag. Als ik u goed versta, dan zou het toch eigenlijk onder een soort etiket moeten. Nou ja, etiket, maar in ieder geval onder een bepaalde noemer. Noem maar eens wat. Jongeren Hardenberg XL-project of zo. En dat daar dan de verschillende initiatieven uit zouden kunnen rollen, een soort agenda. Ja, bijvoorbeeld vorm, daar wil ik op zich van afwezen. Maar u zegt toe van, ja, we willen kijken naar of er wat meer gedaan kan worden dan wat we nu doen. Wilt u dan de gedachten die ik net bewoordde en die u ook weer vertaalde, meenemen daarin?
Ja. Ik zou graag dan een overzicht maken van wat doen we op dit moment allemaal al, zeg maar. En dan kijken van hoe kunnen we er toch nog jongeren bij specifiek het beleid. Bijvoorbeeld als hier een nota of een stuk aan de orde komt. Om eens aan een groep jongeren te vragen, denk eens met ons mee. Aan de voorkant inderdaad, geef je mening eens over de fietsroutes of de algemene plaatselijke verordening of de oliebollenverkoop. Om maar eens wat te noemen. Dat zou dan heel goed kunnen. Wellicht komen daar nog hele goede ideeën uit. Dus die toezegging wil ik doen, maar daarmee ontraad ik de motie SEC, zeg maar. Hè? Akkoord. Volgens mij zijn daarmee de vragen beantwoord, allemaal, die in de richting van het college zijn gesteld. En heeft u ook een oordeel gehad over de uitvoerbaarheid van de zijde van het college voor de moties en de amendementen die op tafel liggen? En ik wou het nog even samenvatten. Volgens mij heeft het college gezegd, de amendementen 1 en 2... die worden onderraden. Dat geldt ook voor de motie 1. Motie 2, daar is steun voor. Dat komt naar u toe in die zin. Motie 3 gaat over het zwemmen. Die wordt ook overgenomen door het college, heb ik goed begrepen. Motie 4 dekt niet geheel de lading. Waarbij ik wel begrijp dat het college best een stap wil zetten. Maar niet een compleet plan uitgewerkt kan hebben al. Maar een inventarisatie zou op zich heel goed kunnen. En motie 5 wordt ontraden. Dat is de stand van zaken op dit moment. Daarmee zijn we aan het einde van de derde termijn. En zou er een vierde termijn kunnen gaan beginnen. Maar het woord schorsing valt aan de linkerzijde al. Kwartier? 10 minuten? 5? 5 minuten. Akkoord. Schorsen de vergadering voor 10 minuten. 10 minuten vergadering is geschorst. 10 uur beginnen we weer. Okay. Dames en heren, mag ik verzoeken om uw plaatsen opnieuw in te nemen? Dan gaan wij de volgende ronde in van de raadsvergadering. Graag de leden van de raad van Hardenberg, ik heropen de vergadering van dinsdag 7 november. Begrotingsraadsbehandeling. Aan de orde is de vierde termijn van deze raad, waarin u kunt debatteren over mogelijke wijzigingen in moties en amendementen. En daar wou ik met u goedvinden ook eigenlijk direct naar de kern toe gaan, naar de moties en de amendementen. En u vragen naar de reactie op datgene wat het college heeft gedaan. Ik doe het maar even op volgorde van de nummering van de amendementen en de moties. Amendement 1, 2 en 3 gaan over het zwembad, de slag. Ingediend door de fractie van de VVD. Dus ik kijk ook even in de richting van de VVD-fractie. Voorzitter, dank u wel. Wij zijn meer dan content met de uitleg van de wethouder. We hebben alle vertrouwen in dat inhoudelijk aan al onze vragen tegemoet wordt gekomen. Dus wij trekken de beide amendementen en de motie in. Kort, dank u wel. Daarmee is 1, 2, amendement en motie 1 gaan van tafel. Dan ga ik direct maar door naar motie 2. De motie over de vrije tijdseconomie. Dan kijk ik ook even in de richting van de VVD-fractie. Inderdaad, voorzitter. Dank u wel. U gunt ons toch wel het genoegen om deze in stemming te brengen. Aangezien u hem toch al breed adviseert, sterker nog wilt overnemen. En wij toch graag genoeg een keer willen proeven, voorzitter, om een motie hier aangenomen te zien. U heeft de hobbel van de portefeuillehouder genomen. Kan mij nu aan in de contacten. Nu is het nog de raad aanzet. We zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Voorzitter, ik overweeg inderdaad om tegen te stemmen en een stemverklaring van 1,5 uur af te geven. Nou ja, dat is uw goed recht. Heer Oordink, we zijn benieuwd zometeen naar uw stemverklaring. Motie 3, de motie over het zwemmen, ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid. Daarvan heeft de wethouder gezegd van, nou, goede motie. Bij nader inzien, ja. Nou, ik heb de wethouder ook nog letterlijk horen zeggen, wij nemen hem over. Dus dat zou ik dan graag, als dat zo is, dan... Dan kan die ook van tafel. Hè? Ja, en dat heeft, ik kijk even naar de wethouder, maar volgens mij heeft hij dat ongeveer met zoveel woorden gezegd. Nee. Hij wordt overgenomen, dus die motie die kan van tafel gaan. Ja, motie 3 is ook van tafel. Motie 4, kwalitatief hoogwaardige fietsroute stad Hardenberg. Dat
misschien goed om even bij stil te staan. Ik kijk allereerst naar de fractie van de ChristenUnie. Voorzitter, als ik de wethouder goed heb begrepen, dan wil hij de raad wel informeren voor dat samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige fietsenroute. Met als eerste prioriteit de parallelweg vanaf de Witte Paal naar de Boshoek. En parallel daaraan, wel een verkeerscirculatieplan te maken van Stad Hardenberg aansluitend naar die parallelweg. En dat dat dan in de kaderstelling van voor 2018 er zou liggen. Is dat correct? Kaderstelling 2019 bedoelt u? 2019, klopt. Ja. Ik kijk even naar de wethouder. Dat gaat dan wel, ik hoor de wethouder zeggen, als dat dan nog niet geheel financieel uitgewerkt hoeft te zijn, want dat betekent nog, heeft nogal wat consequenties, dergelijke routes, zeg maar. Dan kunnen wij in ieder geval verder richting de werkgroep naar de Provinciale Staten. Dus dan zijn we daar content mee en trekken we deze motie in. De wethouder heeft inderdaad in zijn beantwoording een aantal toezeggingen gedaan. En ik heb ook gehoord dat hij heeft gezegd van, nou, ik kom best met een inventarisatie, en ook wel mogelijkheden. Maar verwacht van mij nog geen uitgewerkt compleet financieel plan. Dus volgens mij begrijpen we elkaar daarin heel goed en daarmee kan deze motie van tafel. Ja, nou, dan blijft er nog één motie over op dit moment. Naast die van de VVD, niet vergeten. Motie 5 van de Jongerenraad. De heer Rotemond, D66. Voorzitter, dank u wel. Ja, het begint wat saai te worden misschien. Maar ik ben enorm content met de voorlopige toezegging van de portefeuillehouder. Zijnde ook de voorzitter deze vergadering. Dus wilden wij ook die toezegging omvormen naar het intrekken van onze motie. Met daarbij weer een toezegging van onze fractie. Dat wij de portefeuillehouder mogelijk deze winter gaan helpen. Wij gaan als fractie ook wat huiswerk doen om tot een raadsinitiatief te komen voor die bewuste jongerenraad. Dus daar kom ik sowieso nog op terug voor de verkiezingen uit. Dan hebben we alvast wat huiswerk voor de volgende raad gemaakt. Ik heb de suggestie ook gehoord wat dat betreft. Dus nogmaals, ik trek de motie in en ik wil graag wel een amendement op de heer Odings stemverklaring indienen. Akkoord. Motie 5 wordt ingetrokken en u komt nog met een raadsinitiatiefvoorstel. Dat is prima. Voorzitter, misschien... De heer Breukeman. Korte reactie. Ik begreep ook in de schorsing dat al meerdere raadsleden ook al bezig zijn geweest met de vorming van de jeugdraad. Dus die denken daar ongetwijfeld ook graag in mee. Maar ik zou ook graag van de mogelijkheid gebruik willen maken om een oproep te doen aan de VVD om misschien de motie aan te houden. Om in ieder geval nog meer verworpen moties te voorkomen. Maar goed, dat is niet meer dan een kleine kanttekening. Ik moet zeggen, wij steunen die oproep. Nou, ik kijk dan toch nog even. Deze avond krijgt nog een onverwachte wending, schat ik zo in. Over dit thema van vrije tijdseconomie. Dat hebben we natuurlijk al eerder gezien in deze raad. Ik kijk even naar de fractie van de VVD. Ja, voorzitter, er zijn maar geen onverwachte wendingen. Wij willen graag de motie in stemming brengen en wij rekenen op een bijzonder collegiale verhouding van de collega-raadsleden. En aangezien het toch zo vrijmoedig was om deze motie aan te bevelen, verwachten wij daar veel van. Akkoord, dan blijft deze motie dus niet boven de markt hangen, want die wordt in stemming gebracht. Ga ik over naar de agenda zelf, of weer terug naar de agenda. Dat betekent dat er geen amendementen zijn, dat we daar voorafgaand dus niet over hoeven te stemmen. Dat we wel stemmen over de stukken afzonderlijk, zoals we hadden afgesproken. En daar is natuurlijk ook ruimte genoeg voor een stemverklaring om die af te leggen. Te beginnen bij agendapunt 6. De tweede bestuursrapportage, Hardenberg 2017. Kunt u behoefte aan een stemverklaring? Laat ik dat eerst vragen, dat is niet het geval. Kunt u instemmen met deze bestuursrapportage 2017? Akkoord, alle aanwezige raadsleden hier. Akkoord, daarmee is deze bestuursrapportage aangenomen, definitief gemaakt. Dan agendapunt 7, de nota grondexploitatie 2018. Behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. U kunt instemmen met deze nota grondexploitatie. Akkoord. Agendapunt 8, de begroting. Daar hebben we dus nog een motie bij. Maar eerst de begroting zelf. Begroting 2018 van de gemeente Hardenberg.
Kunt u instemmen met deze begroting en de meerjarenbegroting die daar ook bij hoort? Zoals dat eerder is vastgelegd in het collegeprogramma en nu zijn uitwerking heeft gekregen. De laatste begroting van deze raadsperiode met een groot deel van dit college. Behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Ik vraag u, kunt u instemmen met deze begroting? Akkoord, CDA-fractie, ChristenUnie, VVD, D66, opkoersmenu en ook de Partij van de Arbeid-fractie hier aanwezig. Al een akkoord met het aannemen van deze begroting. Dank daarvoor. En daarmee is de werkagenda voor volgend jaar in ieder geval voor een groot deel weer georganiseerd. Dan komen we bij de motie die er ligt. Dat is de motie over de vrije tijdseconomie, waarin ook aandacht wordt gevraagd voor andere gebieden dan alleen het Vechtdal. Waarbij de portefeuille heeft aangegeven dat daar aandacht voor is en dat hij dat ook de raad daarover bij de verschillende projecten zal informeren. De motie wordt in stemming gebracht door de VVD-fractie en ik vraag u behoefte aan een stemverklaring. De heer Breukeman. Ja, voorzitter, na de toch ook wel enigszins emotionele oproep van de fractie van de VVD hebben wij zo goed gekeken naar het dictum van de motie die voor ligt. En ook met datgene wat u net heeft samengevat als de reactie van het college, lees ik in het dictum andere recreatieve gebieden welke niet rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan het Vechtdal. Nou, alle zaken worden volgens ons aan het Vechtdal gelinkt, dat is ook wat u heeft aangegeven. Maar aan de andere kant, we zouden hem om kunnen draaien. In die zin staat daar dus niet iets wat niet gelinkt wordt aan het Vechtdal. En met die benadering, het was even wat ver zoeken, maar goed, dan kom ik er toch. Kan ik dan toch zeggen dat wij de motie van de VVD van harte ondersteunen. Dank u wel. Akkoord, daarmee heeft u steun van één fractie binnen in ieder geval al. Dat is de fractie van het CDA. Ik kijk naar een andere fractie, de fractie van de ChristenUnie. Dag voorzitter, toch wel opmerkelijk dat we interpretaties aan moties gaan toevoegen. Ik meende net dat het CDA dat niet wou doen, maar goed, dat even terzijde. Wij vinden de motie overbodig en zullen niet meegaan. Akkoord, de fractie van D66. In het kader van de collegialiteit en het warme gemoed wat hier toch heerst vanavond, gaan wij mee met deze motie. Dus we stemmen voor. Akkoord, dank u wel. Op koerspunt nu. Op koerspunt nu. Die zal hier weinig over zeggen, alleen we zullen de VVD in dit keer steunen. Dit met nadrukkelijk dit keer, begrijp ik. Ja, maar u geeft steun aan deze motie, dat is mooi. En dan tot slot de fractie van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, wij vinden de motie ook overbodig. En ik weet ook eigenlijk niet precies waarom we het zouden doen. Omdat de VVD het toch ook altijd heel erg leuk vindt om het vooral met ons oneens te zijn. Maar omdat wij groter zijn dan dat, gunnen we toch ook de VVD één keer een motie. En laat het dan vooral een overbodige zijn. Dus wij zijn ook voor. Akkoord. U hield het nog even spannend. Maar daarmee is deze motie van de VVD over vrije tijdseconomie aangenomen met 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Waarvan achte een dank voor uw besluitvorming in deze. Daarmee kunnen wij dit agendapunt definitief afronden. En nogmaals dank voor uw inbreng bij deze innoverende avond toch nog wel weer. Agendapunt 9. Afronding begroting 2018, gemeente Hardenberg, annex vaststelling, eerste begrotingswijziging. Behoefte aan een stemverklaring, niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Akkoord, en de stemmen aangenomen. Agenda punt 10, aanpassing gemeentehuis in verband met de verhuizing medewerkers van de bestuursdienst uit het LOC. Stemverklaring, niet het geval, uw stemverklaring. Mevrouw Kelder, op koers met nu. Aanpassing gemeentehuis, heb ik toch het goede agendapunt, ja? Agenda punt 10. Ja, we willen daar toch even de vinger op leggen. We hebben wat twijfels daarbij en onze zorgen of dat alles binnen het budget kan. Dus wij gaan eigenlijk schoorvoetend akkoord. Ja, ik beschouw dat als een stemverklaring die u afgeeft bij dit agendapunt. Ik had hem niet in bespreking gegeven omdat ik ervan uitging dat u daar verder niet op dit punt over wilde spreken. Dat is nog steeds het geval. Akkoord.
U kunt instemmen, vraag ik aan uw raad met dit voorstel zoals het voor ligt. Dat is het geval. Akkoord. Dank daarvoor. Dat brengt ons bij agendapunt 11. De motie vreemd orde aan de dag over de CO2-opslag. En het woord is aan de Partij van de Arbeid-fractie, mevrouw Luiten. Voorzitter, nu haalt u wel hele rare dingen door elkaar. Het is een raadsvergadering. Wilt u liever dat ik dat achter het spreekgestoelte doe? Ja, ik zie al mensen. Ja, van achter het spreekgestoelte. Dat is zoals we dat hebben afgesproken ooit. En waar we ook waarde aan hechten om dat te doen. Dat was mij duidelijk. Voorzitter, wij hebben deze motie nodig gevonden om deze motie in te dienen, omdat we allemaal weten dat er een regeerakkoord is. Een deel van deze zaal is daar iets blijer mee dan wij. Er staan ongetwijfeld ook goede dingen in, maar er staat helaas ook één ding in wat voor ons in Hardenberg heel relevant gaat zijn en waar we niet zo blij mee zijn. En we is in dit geval, behalve de PvdA, ook de ChristenUnie en CDA. Namelijk het voornemen om op grote schaal CO2 op te gaan slaan in de bodem. Normaal zou je misschien kunnen denken dat niet in my backyard, maar laat in onze backyard nou toevallig allerlei lege gasvelden liggen. En die zijn al in eerdere nota's aangemerkt als mogelijke opslagplekken. Nou, wij willen duurzaam zijn. We willen ook geen rommel in onze bodem. Dat hebben we vaker gezegd. En dan gaat het hier om een methode die A, nog niet bewezen is en B, mogelijk heel schadelijk. En dat is allemaal nog niet onderzocht. En zoals we nu kunnen zien bij de vliegroutes vanuit Lelystad, bij dit soort besluiten van de Rijksoverheid, als je daar als gemeente niet heel vroeg bij bent en dat ook niet samen organiseert, dan heb je eigenlijk helemaal niks meer in te brengen. Als je wacht tot er brieven komen waarin het besluit wordt aangekondigd, dan ben je te laat en dan doe je er helemaal niks meer aan. Vandaar dat wij het nodig vonden, ook een beetje geïnspireerd door bijvoorbeeld de gemeente Dalfsen, die samen met een heleboel andere gemeentes over die vliegroutes een soort activistische coalitie heeft gesloten. En dat lijkt effect te hebben, dus we dachten laten we daar dan nu bij tijd bij zijn. Dus deze motie ziet erop dat we het college oproepen om nu al te beginnen met het sluiten van een coalitie. Het dictum daarvan luidt: draagt het college op per direct contact te zoeken met betrokken partijen, waaronder andere gemeenten, de provincie, waterschappen, drinkwaterbedrijven, agrarische en milieuorganisaties, om gezamenlijk acties te ondernemen om de opslag van CO2 en andere schadelijke stoffen in de Hardenbergse bodem te voorkomen. Akkoord, dank u wel. De motie wordt mede ondersteund door de ChristenUnie en het CDA. Zie ik staan. Dus ik kijk ook even naar de andere partijen hier aanwezig in deze raad of die daar een oordeel over willen geven. Op koers.nu. Ja, op koers.nu heeft ze ook deze motie gelezen. En met de verantwoording die mevrouw Luiten net heeft gegeven, denken wij ook dat wanneer we vergeten om nu actie te ondernemen, het later dus niet meer kunnen als er een besluit naar ons toe komt. En daarom stemmen we voor. Akkoord. Anderen nog? D66-fractie. Omdat veiligheid en gezondheid, voorzitter, hoog in het vaandel staan bij onze fractie en überhaupt onze partij, steunen wij van harte de oproep van mevrouw Luiten en daarmee ook de motie zoals die is ingediend. Akkoord, tot slot de Partij van de Arbeid, fractie. Zit iets niet goed. Excuus. Welkom, meneer Bak. De VVD-fractie, de heer Bak. Mevrouw Luiten, ik voel me warm welkom. Dank u wel. Namens de partij CDA, zeg ik nu VVD, wil ik toch graag wel even een reactie van het college hebben, hoe zij hier tegen aankijken, want daar ben ik wel even benieuwd naar. En ik wil nog even een ander punt raken en toch even mevrouw Luiten triggeren of zij niet in verwarring is. Want CO2 kunt u ook binden in de grond, hè? Dat weet u ook. Hè? Dus volgens mij zou u daarvoor moeten zijn. En vanuit de duurzaamheidsgedachte. Maar dit gaat echt, mevrouw Luiten, over het opslaan in de lege gasvelden, evenals eventuele andere stoffen. Ja. Dan zou ik dan toch graag een reactie van het college op willen zien. Want het zou ook zomaar kunnen zijn dat het gewoon een maatschappelijke verplichting is om dat
daarin mee te gaan. Dus ik ben even benieuwd. Akkoord. Wij kijken in de richting van het college. De heer De Vent. Ik vraag hem om namens het college een reactie te geven op de motie die hier volgt. Dank u wel, voorzitter. Ook het college is heel zorgvuldig op haar ondergrond. Laat het helder zijn. Daar hebben we denk ik ook wel eens verwoord naar u, onder andere in de brief die u in juni heeft ontvangen. Alleen van de discussie die is er ontstaan over het afwegingskader voor de ondergrond. Dat weet u wellicht nog heel goed. En het is inderdaad zo dat in het nieuwe regeerakkoord gewacht wordt gemaakt zeg maar, van de opslag van CO2. Er wordt ook vooral gekeken naar lege gasvelden, ook op zee, heb ik begrepen, want daar schijnt meer potentie te zijn. Maar ook de opslag zeg maar, op het land wordt niet uitgesloten. En dat maakt ons natuurlijk wel, dat geeft ons wel zorg. Vorige week was er een bijeenkomst bij de provincie Overijssel, voor alle gemeenten, ook voor raadsleden, om eens met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Er was ook een informatiemarkt, omdat de provincie heel graag ook die visie op haar ondergrond heel nadrukkelijk wil vaststellen. En daarbinnen, binnen die visie, spelen natuurlijk wel de belangen van heel veel verschillende gemeenten. Want Twente kun je voor een deel maar vergelijken met Hardenberg. En de discussie in Zwolle zou anders zijn dan hier. En hoe kom je dan tot een gezamenlijke visie? Wat heel belangrijk is, stel dat er zo'n initiatief zich voordoet. Dan is het Rijk bevoegd gezag, dat heb ik u vaker uitgelegd. En maar bij de wijziging van de mijnbouwwet op 1 januari 2017 is het adviesrecht van de gemeente en provincie versterkt. Dus de minister zal straks met goede argumenten moeten komen, wil hij van dat advies afwijken. Dus waar het ons om gaat, is dat we dat adviesrecht heel stevig neerzetten. En daarvoor heb je schaalgrootte nodig en daarvoor heb je ook verschillende partijen nodig. En wij vinden ook als college dat we in die zin een unieke situatie hebben hier weer in Hardenberg, want wij hebben inderdaad te maken met die lege gasvelden, we hebben ook te maken met afvalwater. Dus wij gaan inderdaad aan de slag met een standpunt, een visie op korte termijn, omdat we anders verwachten dat we achter de troepen aanlopen. En het is nu vaak reageren op een aanvraag en we willen eigenlijk veel meer aan de proactieve kant van de materie komen. Dus wij nemen uw motie over. Wij betrekken daar ook bij de belangrijke partners zoals een waterschap, de drinkwatervoorziening, aan alle betrokken partijen zeg maar, die daar ook een rol in spelen. Dus wij zien de motie als een oproep, maar dat past eigenlijk al in het standpunt wat we hebben bij de visievorming, ook naar aanleiding van het gesprek wat we vorige week bij de provincie hebben gehad. Ik zeg daar wel bij dat de provincie voor ons daar wel een hele belangrijke partner in is. Want uiteindelijk zal de minister wegen bij elke aanvraag het gezamenlijk advies van provincie en gemeente. U geeft, voorzitter. Goed, ik kijk even in de richting van de VVD-fractie. Nog een korte vraag. U geeft aan dat het heel belangrijk is hoe de provincie erin zit. Mijn vervolgvraag is, kunt u iets aangeven hoe de provincie erin zit? Want u laat het een beetje in het midden. Kan de provincie ook in de lijn mee zoals u dat als college ziet en zoals wij nu de motie hier voor hebben liggen? En hoe zitten andere gemeenten erin? Daar ben ik dan al even benieuwd naar. Nou, de provincie heeft dus voor de zomervakantie het afwegingskader vastgesteld, waarin ze een soort verkenning hebben gedaan. En hoe ziet die bodem daar nu uit? Maar wat ze ook hebben gedaan, en daar waren wij minder blij mee, dat heeft u ook kunnen zien, is dat ze eigenlijk in de uitwerking daarvan ook hebben gezegd, van, ja, als we kijken naar bijvoorbeeld opslag van CO2 of productiewater, dan zijn er wellicht mogelijkheden, onder andere in Hardenberg. Nou, daar hebben we ook het gesprek over gevoerd, waren we niet blij mee, zeg ik maar op zijn zachtst gezegd. Maar ze hebben ook gezegd van ja, wij willen wel het totaal in beeld brengen. Ze gaan nu toe naar de verdere definitieve visievorming op het gebied van de ondergrond. En nu is het tijd voor ons om daar ook bij te zijn. Dus daarom heb ik er ook belang bij, omdat het begin volgend jaar weer op de agenda komt van Provinciale Staten, om daar nu met elkaar ook een standpunt over in te gaan nemen. En de Twentse gemeente, weet ik bijvoorbeeld, die hebben ook voor een deel met dezelfde problematiek te maken als wij hier. Deels speelt dat rondom afvalwater. Dat speelt natuurlijk ook een zoutwinning, kijk naar Axo Nobel. Maar in Zwolle speelt een heel ander verhaal rondom geothermie en drinkwatervoorziening. Dus het zal nog wel even een tour worden om daar met een gezamenlijke visie op te komen. Maar ik zou willen zeggen, daar ga ik niet op wachten. Wij vormen voor Hardenberg hier een definitief standpunt. Akkoord. U steunt dus en u wilt ook, bent bereid om datgene te doen wat de raad vraagt. Althans, de meerderheid inderdaad. Want het kan zijn dat u zegt, van, nou, toch als politiek signaal belangrijk om deze motie wel in stemming te brengen. Hè? Geef maar een suggestie, gezien voorgaande discussies in deze raad die we hebben gehad.
Kijk naar de fractie van de Partij van de Arbeid als eerste indien. Om die reden brengen we de motie inderdaad graag in stemming. Ja, akkoord. Ik kan het me eens met voorstellen. Dan vraag ik u, de heer Mulder, zie ik nog. Ja, het zou mooi zijn dat het college ons ook meeneemt in de overleggen die er als gevolg hiervan uitkomt. Ik bedoel dat u geïnformeerd wordt? Ja, actieve informatieplicht. Ja. Ja, van actieve informatieplicht. Daar mag u op rekenen, zeg ik vanaf deze kant toe. Ik breng de motie in stemming. Constateer dat de fractie van Partij van de Arbeid, ChristenUnie, CDA deze ondertekend hebben, maar dat die ook in ieder geval steun heeft van Op Koers.nu en van D66. En ik kijk nog even naar de VVD-fractie. Ook wij zijn voor. Akkoord. Daarmee is deze motie raadsbreed aangenomen. Zie het ook als een steun in de richting van het college om daarmee aan de slag te gaan. Dank. Daarvoor komen we bij de hamerstukken van deze vergadering. Dat is zeer beperkt. De ingekomen stukken tot en met 31 oktober 2017. U kunt instemmen met de wijze van afdoening. Prima. Dan agenda punt 13, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval, constateer ik. Dat brengt ons bij agenda punt 14. De sluiting van deze begrotingsvergadering, zoals ik hem noem, van 7 november 2017. Nogmaals... Dank voor uw inbreng en algemene beschouwingen. Volgens mij heb ik al een aardige agenda gezien voor de volgende raads- en bestuursperiode die eraan zit te komen. Dus dat biedt voldoende ambitie om met elkaar verder door te gaan en aan de slag te gaan. Dank daarvoor. De vergadering is gesloten.